Beste mensen, heel hartelijk bedankt voor uw komst en voor uw bereidheid om naar mijn verhaal te luisteren. Mijn verhaal gaat over nu. Nu is het moment dat wij voor een bewustzijnsverandering staan. Te luid? Kom. Zo beter? Nu is het moment dat wij voor een bewustzijnsverandering staan. En die bewustzijnsverandering die moet ons afvoeren van onze afhankelijkheid van hiërarchie en van leiders. En ons dichter brengen bij ons eigen hart en bij de liefde. Hoe nodig dat is, blijkt uit van alles. Zo ook uit wat er in de financiële wereld gebeurt. En over dat aspect wil ik vanavond graag met u spreken, over het financiële aspect. Ik wil daar bij u terugvoeren naar 4000 voor Christus. En op het plaatje hier, op deze PowerPoint, ziet u een ziggurat. Er zijn mensen die misschien meer weten van wat ziggurats zijn en wat de functie ervan was. Dit was in het oude Sumerië. En op de voorgrond ziet u de kooplieden die hun handel deden. En die toen al gefinancierd werden met kredieten. Die kredieten die werden verstrekt door de tempel, door de priesters. En die priesters die berekenden daarvoor een stevige rente. Het gebeurde dus ook in die tijd dat mensen zwaar in de schulden kwamen en op een gegeven moment niet meer in staat waren om aan die schulden te voldoen. Maar gelukkig was er toen nog enige wijsheid. En die wijsheid die bestond eruit dat eens per generatie, eens in de 49 jaar, alle schulden werden kwijtgescholden. Dat heette een jubeljaar. Een mooie term. En in de katholieke kerk is er ook sprake van een jubeljaar, maar dat heeft een hele andere betekenis als dat het toen had. Jubeljaar van toen was dat eens in de 49 jaar een streep werd gezet door alle schulden en iedereen met een schone lei verder kon. Dat was omdat men wist dat het systeem steeds leidde naar implosie. En om dat te voorkomen werd dus dat generale pardon werd uitgeroepen. Dit systeem is duizenden jaren volgehouden. Het werd gedaan door de Babyloniërs, het werd gedaan door de Assyriërs en ook door de Hebreeën. En dus de Hebreeën die hebben hetzelfde principe toegepast van het jubeljaar. Helaas is dat verloren gegaan. In de tijd van Jezus zien wij hier dat hij in woede ontstak en de geldwisselaars uit de tempel dreef. Wat deden die geldwisselaars? Er moest één keer per jaar kerkelijke belasting worden betaald. En dat was dan door middel van een halve zilveren shekel. En die halve zilveren shekel die moest worden gekocht. En om die te kopen moest een bepaalde prijs worden betaald. En de geldwisselaars woekerden met die prijs. He, dus ze maakten geld uit geld. En dat was iets wat bij Jezus enorm het maakte dat hij daar tegenop trad. En waarom trad hij daar tegenop? Omdat er een weten was dat doordat dat er gewoekerd werd met geld, dat er daardoor een scheve verdeling kwam. Dat er daardoor een verschuiving kwam van geld en macht naar enkele personen. Door toe te staan dat geld met geld werd verdiend, kwam er een verschuiving van geld en macht bij enkele personen.
Dat weten, dat was er. En dat weten was er ook bij andere religies, zoals bij de islam. Waar altijd is gewaarschuwd tegen woeker met geld. Mocht geen rente voor geld worden gevraagd. In de middeleeuwen nog, zei Thomas van Aquino, dus dat het onrechtvaardig is om geld met geld te verdienen. Want, zei hij, als u dat doet, dan verkoopt u iets wat niet bestaat. Geld heeft geen andere functie, zei hij, dan ruilmiddel. En door rente te berekenen, krijg je dus een fundamenteel onjuist gebruik van het geld. In de middeleeuwen zien we de opkomst van de goudsmeden. De goudsmeden die op een gegeven moment goud in bewaring namen van mensen die dan goud hadden. En die wisten dat het bij de goudsmeden veilig was, dus die het aan de goudsmeden in bewaring gaven. Die goudsmeden die gaven als bewijs gaven ze een stuk papier aan degene die dat goud onderbrachten en vervolgens werd er dan met dat papier werd er gehandeld. He, dus zo is dus op een gegeven moment het geld, dus het papieren geld ontstaan. Doordat die goudsmeden de papieren uitgaven, die papieren dan konden worden gebruikt als betaalmiddel. Ze werden ook erkend als betaalmiddel. Maar voor dat papier stond dus goud. He, dus het was volkomen 100% garantie aanvankelijk dat tegen inlevering van het papier het goud teruggekregen werd. Wat gebeurde er echter? Niet al het goud werd opgevraagd. Zo ongeveer 10%. Dus wat deden een aantal goudsmeden? Die gingen op een gegeven moment dat papier uitgeven zonder dat daar gouddekking tegenover stond. Zo is dus het fractioneel bankieren ontstaan. Dus dat er wel papiergeld in circulatie werd gebracht, maar dat daar niet 100% gouddekking tegenover stond. En dus in de middeleeuwen is het principe waarop het moderne bankwezen stoelt al ontstaan. Aan het einde van de 17e eeuw, het volgende plaatje is dat, het einde van de 17e eeuw, het begin van de 18e eeuw zien wij de opkomst van de centrale banken en van het moderne bankwezen. De man die we daar links zien staan, die is u misschien bekend. Dat is Willem III, die op een gegeven moment koning van Engeland werd. En die daarbij geholpen is door de bankiers. En als tegenprestatie heeft Willem III het de bankiers toegestaan dat de Bank of England werd gesticht. Eigenlijk is de Bank of England niets anders dan een soort van mafioze actie om het recht om geld te scheppen alleen voor zichzelf te claimen. He, dus de Bank of England heeft dat recht geclaimd, de concurrentie uitgeschakeld. He, dus de andere geldscheppers mochten geen geld meer scheppen. Het was alleen de Bank of England die het recht had om geld te scheppen. Daar is dus dat principe van de centrale banken op gestoeld. En wat zijn dan die centrale banken? Dat staat op het volgende plaatje. Centrale banken zijn gebaseerd op dat zij het recht hebben om geld te scheppen in feite uit het niets. Hè. Dus eigenlijk de lijn die al begonnen was bij die goudsmeden is doorgezet in die centrale banken. Dat er dus geld werd uitgegeven gebaseerd op maar een zeer gedeeltelijke gouddekking. En die gouddekking die had wel een functie. Want de functie van die gouddekking was dat er niet ongelimiteerde hoeveelheden geld konden worden uitgegeven. Er was altijd een bepaalde maximale verhouding tussen het geld wat uitgegeven werd en het goud wat er was als dekking van dat uitgegeven geld.
Die dekking die is op een gegeven moment losgelaten. Dat is in 1971 officieel gebeurd toen meneer Nixon een streep haalde door de gouddekking. Tot dan stond dus op dollarbiljet van as good as gold. He, dus tegen goud in wisselbaar, wat nooit waargemaakt kon worden, want ter alle tijden was er alleen maar een fractionele dekking. Die centrale banken die hadden dus de positie dat ze geld konden uitlenen. En wat het punt was bij die centrale banken, was dat het geen overheidswerk was, maar dat het private personen waren die zich dat recht verwierven. Een van, zeg maar, de pioniers van dat hele stelsel, meneer Meyer Anselm Rothschild, zei van: geef mij het recht om geld te scheppen en het maakt mij niet uit wie de wetten van een land maakt. Dus er was een volkomen bewustzijn welke enorme macht er verbonden was aan dat scheppen van geld. Gecombineerd met samengestelde interest. En wat samengestelde interest is, is dat je rente over rente kunt berekenen. He, dus als je op een gegeven moment, ik heb hier een voorbeeld, 100.000 geleend op 1 januari 2001 tegen een samengestelde interest van 8% heeft een waarde op 1 januari 2101, dus 100 jaar later, van 220 miljoen. Waarmee je dus de enorme exponentiële werking van rente illustreert. He, dus rente, samengestelde rente, werkt exponentieel door. Speciaal wanneer een schuld lang blijft bestaan. Dus hoe langer die schuld blijft bestaan, hoe sterker die samengestelde interest doorwerkt. En dat is waar dus door die bankiers enorm gebruik van is gemaakt. In de 18e eeuw is er de opkomst geweest van die financiële oligarchie. Dus aanvankelijk was de centrale bank een beetje het speeltje van de adel. En de adel die zijn oorlogen voerde, de koningen, de keizers die hun oorlogen voerden en die daarvoor veel geld nodig hadden en niet voldoende belasting konden innen, dus op een gegeven moment de mooie truc bedacht van we scheppen geld en we trekken daarmee een wissel op onze burgers, want uiteindelijk waren het de burgers die het moesten betalen door middel van belasting. Maar het was als het ware een voorschot. In het begin was het een beetje een rommeltje, een beetje een zootje zou je kunnen zeggen, die centrale banken. En daar is ordening in aangebracht door die oligarchie die in de 18e eeuw is opgekomen. Die hebben dus heel strak dat centrale bankenstelsel georganiseerd. Zo dat ze echt het hele geldscheppingsproces in handen krijgen. Wie zijn die ze? Nou, dat is dus een oligarchie van, men zegt, 12 families. Dus het hele geldscheppingsproces kwam in handen van een zeer beperkt aantal mensen. Misschien is het een beetje ingewikkeld, maar ik moet het toch vertellen. Want naast centrale banken heb je ook commerciële banken. Dus centrale banken scheppen het geld en commerciële banken die vermenigvuldigen het. En hoe vermenigvuldigen ze het? Nou, ik heb geprobeerd dat in een voorbeeld hier weer te geven. Het is dus zo van: mevrouw A die heeft 100.000 euro. Die legt dat in bij haar bank. Meneer B die betaalt... Oh nee, de bank die leent 90.000 van die 100.000 uit. Die houdt 10.000 aan als liquiditeit, dat is dan verplicht. En 90.000 wordt uitgeleend. En die 90.000 die wordt gebruikt om het huis te verbouwen van meneer B. En die betaalt dat aan aannemer C. Aannemer C zet die 90.000 weer in deposito bij de bank. En de bank die leent daar weer 81.000 euro op uit. En zo gaat dat verhaal dus als een soort van piramidespel door en door en door. Totdat uiteindelijk van die 100.000 die mevrouw A heeft ingelegd, 900.000 is uitgeleend. En dus zo ontstaat en vermenigvuldigt, het geld ontstaat dus via die centrale banken, maar het wordt vermenigvuldigd door de commerciële banken.
En het wordt vermenigvuldigd in de vorm van schuld. He, dus money as debt, he, wat jullie misschien hebben gezien in die film van gelijknamige film Money as Debt, is gewoon waar. Het is dus gewoon dat geld bestaat bij de gratie van het feit dat er schuld is. Als alle schulden zouden verdwijnen, zou dit geld zou gewoon ook verdwijnen. Plastisch weergegeven door die enorme zeepbel die wordt opgeblazen door steeds maar weer meer euro's erin te pompen. En dus dat Amerika's echte financiële crisis schuld is, debt. Hè, waar je het ook in de inleiding over had, Peter. We hebben het over de mammon. Er staat in de Bijbel geschreven, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten, de tweede lief hebben. En hij zal jullie toegewijd zijn aan de. Hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachting. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En de mammon is Aramees voor geld, rijkdom. Ook wel vertaald als de geldduivel. In een beeld weergegeven door de mens die de geldduivel aanbidt. Die het geld zo de buidel voorhoudt. En dat is precies wat wij met ons hebben laten doen. He, ons is gewoon het geld voorgehouden op een gegeven moment van, kijk, dit kun je krijgen, maar je moet ervoor werken. Dus een volledige omdraaiing, want dat geld, dat is uit het niets geschapen. En hetgeen wat waarde heeft, dat is onze inspanning. De producten die wij maken, wat wij leveren. En dus we hebben het gewoon volkomen om laten keren in ons hoofd. We hebben ons laten indoctrineren met de gedachte dat geld waarde heeft in zichzelf. Waardoor we dus ook die financiële oligarchie en de machten die daarachter zitten, de gelegenheid hebben gegeven om ons volledig te beheersen, materieel. Dit is het wapen van de Rothschilds. Op dat wapen, daar stond oorspronkelijk dan een adelaar met de blik naar links gericht en met 5 pijlen in de poten. Maar de gouden pijlen. En meneer Justus Mullins, die schrijver is van Secrets of the Federal Reserve, die zegt dus dat die 5 gouden pijlen de 5 zonen zijn van Meyer Anshel. En dat die 5 zonen hebben inderdaad ook stuk voor stuk een centrale bank, die in Londen, die in Napels, die in Wenen, hebben ze eigenlijk in bezit genomen en zijn die gaan sturen. Waardoor die familie heel centraal heeft gestaan in het hele bankiersproces, in het geldscheppingsproces in Europa. Maar beslist niet alleen deze familie, je zou kunnen zeggen van ze stonden er centraal in, maar om hen heen waren dus meerdere die zeg maar in het hele verhaal meededen. Dus misschien hebben we de volgende. Er zijn meer pijlen. Nee, misschien even de vorige nog, want die 5 gouden pijlen, hè, dus dat zijn dus die centrale banken. En het is ook goed om hierbij nog te vermelden, dus dat de grootste strijd eigenlijk van die oligarchie is geweest om het geldscheppingsproces in Amerika in de klauwen te krijgen. En daar hebben ze echt een nietsontziende strijd voor gevoerd. Ze hebben daar presidenten voor omgebracht. Ze hebben daarvoor crisissen geforceerd. Ze hebben gedreigd, ze hebben van alles gedaan. He, een president Jackson die op een gegeven moment heeft gezegd van, you're a den of vipers. I will rout you out if it's the will of the eternal. Dus er was een weten dat wat die mensen aan het doen waren, dat dat echt een volkomen greep probeerde, ze probeerden een volkomen greep te krijgen op het hele geldscheppingsproces. En dat is uiteindelijk gelukt in 1913 door een soort van putsch. Op de dag voor kerst hebben ze de wet waarmee de Federal Reserve kon worden opgericht er doorheen geduwd. En sindsdien bestaat de Federal Reserve, voor het oog een keurige bank, hè, die de belangen van alle Amerikanen dient, maar in werkelijkheid net zo'n private bank als alle andere
centrale banken toen waren. En ook de Bank of England speciaal. Meer pijlen. Op dit wapen, dit grootzegel van de Verenigde Staten, zien we hier 13 pijlen in de linkerklauw. 13 bladeren aan een olijftak en 13 sterren. De 13 koloniën, zeggen ze. Maar die 13 pijlen, die vertegenwoordigen eigenlijk hetzelfde als wat je ook in het wapen van die Rothschild ziet van de macht. Volgende. Er waren aanvankelijk 13 staten. Tenminste, dat is de officiële uitleg. En het zal vast wel een esoterische uitleg ook nog voor zijn. Maar in ieder geval, de officiële uitleg is van er waren 13 staten. Wat we op die andere kant zien van dat zegel is dat beeld van Anuit Gweptis en Novus Ordo Seclorum, de piramide, met daarboven het, wat men zegt, alziende oog. Degene die de Lord of the Rings hebben gezien van Tolkien, die weten ook van dat Sauron ook door een oog zich manifesteerde. Dit oog is het oog van, je zou kunnen zeggen, de luciferische machten, die boven die piramide hangen en die de sluitsteen vormen. Tenminste, dat is dan de bedoeling in die nieuwe orde, om de piramide compleet te maken. Volgende plaatje. Latijn. Dat Anuit Coeptis betekent aankondiging van een nieuwe geboorte. Novus Ordo Seclorum betekent nieuwe tijdsorde. De achterkant van het zegel verwijst dus naar een nieuwe geboorte, een nieuwe tijd en het daarbij behorende nieuwe orde. Het zegt dus niet van we weten van niks, want het is allemaal aangekondigd. We hebben het allemaal, zeg maar, duidelijk kunnen zien. Het volgende plaatje laat ook nog meer zien. Daar is geen woord Latijn bij, hè, dat meneer Gordon Brown in 2009 het heeft over de noodzaak van een nieuwe wereldorde. En dat die op het congres georganiseerd door meneer Soros, heeft u misschien ook wel eens van gehoord, dat hij heeft gezegd van dat er een nieuwe wereldbank moet komen, een nieuwe centrale bank moet komen en dat er één wereldmunt moet komen in een nieuwe wereldorde. Er wordt duidelijk over gesproken. Kent u deze stenen? De Georgia Guidestones zijn dit. Die staan in de Verenigde Staten in Georgia. In 9 talen staan hier allerlei zaken op die echt zeggen u aan het rillen brengen als u er goed over nadenkt. Onder andere, ik citeer hier even uit een boekje wat door een landgenoot van u is geschreven, dat is meneer Pascal Roussel, Divina Insidia, The Divine Trap. Dit is een uiterst leesbaar boek. Deze man die heeft in een romanvorm heeft hij eigenlijk een heleboel gezegd van wat we moeten weten over die oligarchie. En ja, ik vind het bijzonder knap dat hij dat zo in zo'n kort bestek kan. Wat ook onder andere op die guidestone staat is: the first was to maintain humanity under 500 million. Dus met andere woorden, niet meer dan 500 miljoen mensen de aarde. En in perpetual balance with nature. Nou, hoeveel zijn er op dit moment? Hoeveel mensen zijn er op dit moment? 7 miljard. Dus 6,5 miljard mensen moeten van de planeet worden afgeschopt. En dus als degene die deze steen hebben opgericht en die daarmee een declaratie hebben gegeven aan de mensheid van wat hun plannen zijn. Er staan meer dingen op, hè, maar dus dit van die 500 miljoen betekent automatisch dat het plan is dus om 6,5 miljard mensen van de planeet te schoppen. En voor die overige 500 miljoen breekt een soort van gouden tijdperk aan, want dat is dan allemaal in balans met de natuur, eco, alles fantastisch, fantastisch. Maar wel voor een The Chosen. Kent u deze bank? De Bank
for International Settlements in Basel. Als je bij het Centraal Station in Basel komt, dan zie je dus dit gebouw. Het is een groot donker gebouw is het. Vele verdiepingen tellen. Het ziet eruit als een soort van grote schoorsteen. En men zegt dat er onder dit gebouw ook nog vele ondergrondse verdiepingen zijn. Die Bank for International Settlements die is opgericht in 1930. En die is opgericht door diplomaten en door politici. En banken, niet te vergeten. Ook deze bank is in private handen. Dus niet in publiek, niet van overheid, maar van in privé handen. Dat wil dus zeggen van dat privépersonen uiteindelijk de eigenaar zijn van die BISBank. Wat zou die BISBank moeten doen? Die BISBank die had de oorlogsschulden van Duitsland moeten regelen. Van de Eerste Wereldoorlog. Ik weet misschien dat na de Eerste Wereldoorlog Duitsland een grote schuld heeft overgehouden. Die ze ten nauwe nood konden aflossen. Er zijn ontzettend veel problemen geweest in Duitsland in de 20e jaren. Veel armoede, een enorme inflatie. En niet in de laatste plaats veroorzaakt door die ontzettend grote onredelijke oorlogsschuld die ze opgelegd kregen. De BISBank die zou dan een soort van tussenstation zijn, zeg maar, tussen de geallieerde landen en Duitsland om die schulden te regelen. Maar de functie van de BISBank veranderde al snel. Want het werd in plaats van het regelen van de oorlogsschulden, werd het opbouwen van de nieuwe oorlogsindustrie van Hitler. En de vorige spreker, meneer Jacques Pauwels, die heeft een gloedvol betoog gehouden over hoe Wall Street Hitler heeft gefinancierd. En dus dat met het geld vanuit Amerika, die hele oorlogsindustrie, van Duitsland op poot is gezet en dat op het slagveld de Duitse tanks heel veel Amerikaans materieel in zich hadden. De Amerikaanse jongens die werden doodgeschoten met materieel wat door Amerikaanse bedrijven werd gemaakt in hun filialen in Duitsland. Het ergste is nog dat die praktijk van dat zaken doen via die BISBank in de Tweede Wereldoorlog gewoon doorgegaan. Basel was geëvacueerd, dus het was een volkomen neutraal gebied. Zwitserland was neutraal, zoals je misschien weet, en het was het ontmoetingspunt van westerse geallieerden, nazi's, en er werden netjes zaken gedaan, alsof er geen strijd was. En dus terwijl de soldaten op het slagveld elkaar op leven en dood bevochten, werd daar gewoon op grote schaal zaken gedaan. Uit Texas werd een enorme hoeveelheid olie geleverd via Spanje. En dat werd dan betaald, ik mag het driemaal raden, met het goud wat gestolen was van de centrale banken van Europa, van de bezette landen. En ook niet in de laatste plaats geroofd van de lijken van de Joden. Dat is heel ernstig wat daar gedaan is en er werden gewoon zaken gedaan van alsof er helemaal niets aan de hand was. Zo erg dat na de oorlog er stemmen opgingen, voor het einde van de oorlog al stemmen opgingen om de BISBank te beëindigen. Omdat die bank te zwaar besmet was. Maar de centrale bankiers die wilden hun speeltje niet loslaten. Dus die hebben echt erop gestaan dat de BISBank bleef bestaan. En als een soort van compromis is toen op een gegeven moment het IMF en de Wereldbank opgericht als voorzetramen voor die BISBank. Maar de feitelijke macht heeft altijd berust en berust nog steeds bij die BISBank. Volgende plaatje. Zijn dat de partners, zijn dat de Basel agreements? Onder andere. Dus deze bank van de bankiers, van de centrale bankiers, 55 landen zijn daar lid van. China, de Verenigde Staten, Brazilië, al die centrale bankiers zijn lid van de BISBank. Ze ontmoeten elkaar daar. Ze komen elkaar ook echt
zeer regelmatig daar tegen in een vergadering. Waar besluiten worden genomen waarvan geen notulen worden gemaakt. Niemand weet daar iets van, maar er wordt wel van alles besloten. De Spiegel die heeft in 2009 heeft daar een artikel aangeweid en heeft onder andere opgetekend uit de mond van een van de mensen van de BIS van wij hebben het niet nodig om wetgevende bevoegdheid te hebben. Onze stem is als adviseur al sterk genoeg om te voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar willen krijgen. Dus geheel naar het principe van de oude Rothschild van geef mij het recht om geld te scheppen en het maakt mij niet uit wie de wetten van een land maakt. Want achter die BIS-bank zitten behalve die 55 landen die dan participeren in die BIS-bank, zitten ook de oorspronkelijke aandeelhouders. En die hebben nog steeds 14% in het aandeelvermogen van die BIS-bank. En als je weet dus dat de rest gewoon niet meer dan 2% heeft, en dan weet je ook dus dat de macht, feitelijke macht, berust bij die oorspronkelijke aandeelhouders. En inderdaad, ze houden toezicht via Financial Stability Board, hebben ze een grote stem in. De Basel 1, Basel 2 en Basel 3 komen uit de koker van de Basel Committee. En wat is dat Basel 1, Basel 2 en Basel 3? Regelgeving hoe banken om moeten gaan met hun vermogen. En die regelgeving die is aangescherpt in Basel 2 en nog een keer weer extra aangescherpt in Basel 3. Verder zijn ze ook de bank voor de centrale banken. Dus ze regelen het internationale betalingsverkeer. Ze verstrekken leningen, ze hebben een munt, de SDR. En als daarover wordt geschreven, wordt gezegd van ja, dat is geen munt. Maar we hadden ook, voordat we de euro hadden, hadden we de EQ. Dus zeg niet dat de SDR geen voorloper is van die wereldmunt. Want dat is die wel. Mag ik het volgende plaatje? Wat ook zeer eigenaardig is bij die BIS-bank is dat er is geen toegang tot administratie. Er is juridische immuniteit. Vrijwaring tegen rechtsvervolging, een eigen rechtsorde, geen belastingen, vrijheid van vergadering. Dus het is eigenlijk een staat in de staat. Het is een soort van, zeg maar, financiële Vaticaan. En niemand weet het. Vrijwel niemand. Volgende plaatje. En daarom herkent u deze valse melodie. Nu wordt er gesproken over het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat moet vanaf 2013 moet dat operationeel zijn. En dat Europees Stabiliteitsmechanisme is een voortzetting van het Europese noodfonds. Waarmee, zegt men, landen geholpen moeten worden. Maar u weet ook uit de media dat niet alleen landen ermee geholpen gaan worden, maar ook de banken. Want die hebben het geld weer nodig uit dat noodfonds. Dus met andere woorden, aanvankelijk gepresenteerd als modus om landen als Griekenland, Portugal, Spanje uit de ellende te halen. Waar ze oorspronkelijk door diezelfde banken in zijn gedreven trouwens. Nu dus een fonds om banken overeind te houden. Dus het gaat niet meer rechtstreeks via regeringen, maar het gaat via dat Europees Stabiliteitsmechanisme. En dat Europees Stabiliteitsmechanisme heeft dezelfde kenmerken als de BIS-bank. Ook vrij van rechtsvervolging. Medewerkers immuun. Juridisch immuun. Niet aanspreekbaar op eens genomen besluiten. Zijn niet meer terug te draaien. En zo nog veel meer dingen. Het is dus een Europese petitie is er om om de parlementen van de eurolanden te verzoeken om het verdrag niet te ratificeren. Want het is al aangenomen door het Europees Parlement. De 17 ministers van Financiën van de eurolanden hebben het verdrag getekend. Niemand weet er vrijwel van. Op 11 juli 2011. Voor degenen die iets over numerologie weten,
heet 11 juli 2011. 11 september, 11 juli. Goed, dus dat is getekend. Maar het moet nog geratificeerd worden door de parlementen. Leest u er iets over? Helemaal niets. Wat u wel leest is van dat noodfonds is het kapitaal van noodfonds is uitgebreid. En er wordt gedaan alsof het ESM en het noodfonds eigenlijk één en hetzelfde is. Dus als je noodfonds de ruimte geeft, geef je automatisch ook het ESM de ruimte mee. Zo wordt het gepresenteerd. Maar die ratificatie is dus nog niet. De volgende. Gaan we terug naar Bretton Woods, 1944. Dat meneer Keynes toen voorstelde om de bankor als wereldmunt te gaan benoemen. En dat de Amerikanen dus het voorkeur hebben gekregen om de dollar tot wereldreservemunt te maken. Wat ook hun enorm krachtige economische positie na de Tweede Wereldoorlog heeft zeer heeft bevorderd. Wat ik al zei was dus dat de poging om de BIS op te heffen mislukt is. Dus op die Bretton Woods conferentie door Tsjechoslowakije voorgesteld om de BIS te beëindigen, maar dat is niet gelukt. En er werd dus besloten om die dollar te dekken door goud. Niet 100%, hè, maar zoals al eerder gezegd, fractioneel. Hè. Dus de dollar heette te zijn as good as gold. Nou, tot de dag van vandaag is het wereldreservemunt, maar de vraag is hoe lang nog. 2007 was het begin van de eerste financiële crisis. Banken vele landen in de problemen. U heeft er allemaal over gelezen. Het is allemaal geschiedenis, hè, van de collateralized debt obligations, de default swaps, de interest swaps en al dat soort dingen meer. Hè, die het, de hele financiële wereld hebben doen kantelen en in de problemen hebben gebracht. En vervolgens is er door de overheden zijn er mega bedragen geïnvesteerd om die banken weer te redden. Ja, dus we zien hier een tekening van meneer Collignon, waarin hij dan de gouden koets, de laatste tijd ook weer in het nieuws geweest, de gouden koets, hè, dus vooral de plaatjes die er op de zijkant staan. Nou, je ziet dus dat het volk trekt de gouden koets waarin de bankiers zitten. De Nederlandse minister van Financiën heeft in 2008 80 miljard geïnvesteerd in redding van de banken, alleen al aan rente werd er over 2 miljard betaald door de Nederlandse staat over die toegenomen schuld. En dan moet er aan cultuur moet er dan zo nodig een heleboel bezuinigd worden. Ja. Volgende. De VS is zeer ruimhartig geweest. Die heeft aan de bestrijding van de crisis 11 biljoen dollar uitgegeven. En dat is meer dan Korea, Tweede Wereldoorlog, Eerste Tweede Wereldoorlog, Korea, Vietnam, Irak, New Deal, Marshallplan en de landing op de maan tezamen. En er wordt gezegd dat er niet meer dan 11% van dat geld zal terugkomen. Dus het is anders in de grote emmer verdwenen. De Amerikaanse staatsschuld is op dit moment al het ontzaglijke bedrag van 15 biljoen genaderd. En u weet dat er 15% van Amerikanen onder armoedegrens leven. Dat zijn 50 miljoen Amerikanen. Bijna 10% van de beroepsbevolking, dus niet van de Amerikanen, maar van de beroepsbevolking, is werkloos. De EU heeft het wat anders aangepakt. Die hebben ook natuurlijk behoorlijk bedragen besteed, maar in mindere omvang. 350 miljard aan bankensteun. 750 miljard aan een noodhulppakket. Maar dat is allemaal via die ECB gegaan. En die ECB is uiteindelijk toch ook weer een private instelling. Naar het model opgezet van de Fed. En wat ook heel grappig is, is dat in 1998 de bankwet zo is veranderd dat de ECB geen leningen meer rechtstreeks mag verstrekken aan eurolanden. Maar dat gaat via commerciële banken. Dus die commerciële banken die eerst gered zijn met geld van de burgers,
gaan vervolgens dan aan landen, gaan ze geld uitlenen, wat ze hebben geleend van de ECB, tegen 0%. Ja. 0% en Griekenland tot 20%, ja, Nederland dan een lager percentage, met België, hoeveel zou het zijn België op dit moment? Ja, ik vind dit een erg leuk plaatje. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Dus, de volgende. En in de UK, meneer Kipper Williams, die jongetje vraagt aan vader, wat deed jij in de recessie? Nou, de zak met bonussen staat achter. De volgende. De financiële handel. De omvang van die financiële handel is enorm. He, dus het maken van geld met geld. En waar de wereldreligies tegen hebben gewaarschuwd, waar Jezus over in woede ontstak. Dat gebeurt gewoon echt aan de orde van de dag. 40% van het totale product, he, dus van alles wat geproduceerd werd aan goederen en diensten in Amerika in 2007, bestond uit financiële transacties. Dus het handelen in financiële producten, alsof het echte producten zijn. Wat zijn die producten dan bijvoorbeeld? Dat zijn derivaten. En derivaten, dat zijn dus eigenlijk producten afgeleid van geld. Oorspronkelijk hadden ze een goede functie. Bijvoorbeeld als een boer op een gegeven moment een aardbeoogst verwachtte in september of oktober. En hij had geen geld, dan kon hij vast een termijntransactie afsluiten op zijn oogst. Om daarmee het geld te hebben wat hij dan nodig had om zijn kosten te kunnen bestrijden. Wat zegt u? GDP. Gross Domestic Product. Dus het bruto nationaal product. Maar, dus, maar die derivaten zijn helemaal eigenlijk ontaard. Hè? Dus het zijn gewoon gokproducten geworden. En dus gokken op het faillissement van Griekenland, bijvoorbeeld. Gokken met credit default swaps. Dus dat je verwacht dat bedrijf X op een gegeven moment failliet gaat en dat je een premie betaalt aan een soort van boekie. En die boekie die sluit dan die gok af. En gaat het bedrijf failliet, dan krijg je een dikke uitkering. En gaat die niet failliet, ja, dan ben je de premie kwijt. Maar de grote hedge funds, en dat zijn dus zeg maar de super investeerders, die hebben dan ook weer methodes om het risico van het verlies van die premie af te dekken. Dus als je geld hebt, dan kun je aan alle kanten, dan is er gewoon echt geen verrassing meer, dan is alles zeker. En dat is ook heel typerend voor de geest van deze mensen gewoon. Ze gaan geen avontuur aan, alles is gewoon bedacht, tot in de finesses allemaal en het gaat al lang niet meer over geld verdienen, het gaat alleen maar over macht. Nou, nanotrading is ook een van de instrumenten. En die nanotrading, dat is dus van, je hebt een, in New Jersey, vlakbij New York, heb je dan zo'n grote schoenendoos, zo'n groot gebouw, daar staat een enorme computer in. En in die computer wordt niets anders gedaan dan transacties uitvoeren. Dus inkopen, verkopen. Binnen een seconde. Daarom heet het ook nanotrading. En dan gaat het dus om hele kleine verschillen. Maar omdat het zo kolossaal is, worden daar enorme bedragen in verdiend. Nou, je kunt wel nagaan, degene die daarin kan investeren in zo'n systeem. En die dat systeem zo snel kan maken dat hij zo'n concurrent ervoor is. Die moet gewoon veel geld hebben. Dus dan gaat het weer, is het weer een instrument al van de superrijken. En dus die omvang heb ik het over gehad. Nou, dat is die financiële wereld, maar ook in de zogenaamde reële economie is het helemaal scheef gegroeid in die zin van dat alles geconcentreerd is op aandeelhouderswaarde. Dus de hele focus van een bedrijfsvoering is op aandeelhouderswaarde. En dat betekent dus dat je zoveel mogelijk wil verdienen ten behoeve van die aandeelhouders.
ten koste van de loonkosten, ten koste van overige kosten. Hè. Dus zoveel mogelijk daarin schrappen, als maar voldoende overblijft voor de aandeelhouders. En dus dan kun je zien van dat een bedrijf best een redelijke winst maakt, maar dat die voor de aandeelhouders onvoldoende is. Dus dan worden er weer een paar duizend mensen uitgeschopt. Zo gaat dat. Volgende. En dit is even een kleine indicatie van hoe die aandeelhouders dan ten opzichte... TomTom betaalde in 2006 aan de medewerkers 83 miljoen, inclusief directie. Voor de aandeelhouders was het 222 miljoen beschikbaar. Philips 5,7 miljard aan de medewerkers, aandeelhouders 5,4. Unilaterhouders betaald. Dus die aandeelhouders die komen ruimschoots aan hun trekken. Dat je per aandeelhouder niet zoveel ontvangt, heeft alles te maken met dat aandelenbezit zo verwaterd is. Er zijn iets van Shell miljarden aandelen. Dus per aandeel is die opbrengst niet zo groot. Daarom lijkt het allemaal niet zoveel. En maar degene die zeg maar vanaf het eerste uur die aandelen bezitten, die krijgen natuurlijk een enorm inkomen daaruit. Volgende. Dit is een beeld van hoe onevenredig de inkomens verdeeld zijn in de wereld. Hè. Dus dat de rijkste 20%, 82,7% heeft van het wereldinkomen. En dat zie je hier dan nog een keer weer op een andere manier weergegeven. Hè. Dus dat het begint pas op te lopen bij 80% en dan loopt het ook zo enorm op. Hè. Dus dat, zeg maar dat hele kleine gedeelte dus echt een overmacht heeft aan inkomen ten opzichte van de rest. Okay. Werkloosheid. Nou, die werkloosheid die loopt natuurlijk op. Hè. In de Verenigde Koninkrijk is 8,8% in september. In augustus 10% in de Europese Unie. Maar het gekke is dat al maanden hetzelfde is. Hè? Dus steeds 10%, 10%, 10%. Dus de indruk wordt gewekt alsof het hetzelfde blijft. Alleen, hoe presenteer je een statistiek? Hè? Dus als een statistiek zo wordt gepresenteerd dat je telkens de definitie van wie behoort tot de beroepsbevolking gaat veranderen, en dan lijkt het erop dat je het aantal, dus het percentueel het aantal werklozen nog vrij stabiel blijft. Maar in de werkelijkheid is het zo dat vooral hoogwaardig werk aan het verdwijnen is uit onze landen. Hè, dus er is een enorm verval in arbeidsplaatsen, vooral in zeg maar de maakindustrie en in de banen voor hoger opgeleiden. Dat zie je op het volgende plaatje. Nee, niet op het volgende plaatje. Dat komt nog. Dat komt nog. Eerst even een ander plaatje. Dat is over demonstraties, hoe er in de media met demonstraties wordt omgegaan. Dit plaatje links heb ik gehaald uit een Aziatische krant. En plaatje rechts stond breed uitgemeten in alle kranten in de westerse media. Dus de nadruk wordt gelegd bij rellen, opstand. En dat is ook de bedoeling. Want het is de bedoeling dat demonstraties leiden tot rellen. En ook weer daardoor de machthebbers machtigen om op te treden. En ik hoop heel erg dat die beweging die dus in... Wall Street is begonnen, dat die gaat overleven en dat die niet geïnfiltreerd wordt op een gegeven moment door rellenmakers die er weer het beeld aan geven van zie je nou wel, het zijn weer de rellenmakers die het doen. En ook weer daardoor het fiat geven aan degene die dan het dingen als de Patriot Act uit de kast gaan halen en dan gaan optreden tegen hun eigen burgers. Ik hoop heel erg dat dat niet gebeurt. De volgende. Ook een ander signaal. Hè? De enorme toename van de faillissementen. Nou, ik wil u niet te veel vermoeien met... maar als u die reeks ziet, dan ziet u gewoon van dat zowel in Nederland als in België faillissementen enorm toenemen. Wil u het volgende? Dat was dus wat ik had over die kwantitatieve... Dus er kan wel werkgelegenheid zijn, maar dit plaatje, dat laat het zien. Hè? 50.000 banen erbij. Ja, bij McDonald's.
Wat moet je daarbij voorstellen? Dat hebben mijn baas en ik onlangs ervaren. Goedemiddag, waarmee kunnen we u van dienst zijn? En dus, in, ja, patat bakken, hamburgers bakken, ja, dat zijn dan de banen op een gegeven moment die nog te krijgen zijn. Maar ten opzichte van 2006 was in 2009 het aantal werklozen hoog opgeleiden met 38% gestegen. Wat is nou de toekomst van die banken? Nou, wat mij betreft zijn banken gewoon de afgekloven botten van de roofdieren, zeg maar. Die banken hebben gebruikt als instrument, die banken leeg hebben gehaald. En het heeft voor mij ook totaal geen zin om te hoop te lopen tegen banken, want die banken zijn niet anders geweest dan, zeg maar, de prostituees van het echte groot kapitaal. En als ik het over echt groot kapitaal heb, dan heb ik het over vermogens waarbij dat van Warren Buffett en van Bill Gates gewoon hele bescheiden vermogentjes zijn. Wat is de toekomst van die banken? Nou, in die banken zitten spaarders, in die banken zitten u en ik in de pensioenfondsen. En wat er nu wordt eigenlijk geredeneerd is van, nou, lossen jullie probleem maar op. He, en als jullie die banken willen overeind willen houden, zorg er maar voor dat er dan voldoende fondsen in komen. He, en er wordt eigenlijk dan een wissel getrokken weer op ons. He, en dat de belastingbetaler uiteindelijk die banken dan in leven moet houden. Zelfs bij die zogenaamde bad banks, en dat is dan het volgende plaatje. Oh ja. En dus als je dan op een gegeven moment zeg maar de zogenaamde giftige activa hebt, en dan worden die ondergebracht in een bad bank. Maar voor die bad bank moeten weer garanties worden gegeven. En waar worden die garanties doorgegeven? Nou, je zit bij Dexia, door de staat, de Franse staat, de Belgische federale staat, het Vlaamse gewest, het Wallonische gewest. En dus het wordt gewoon weer afgedekt. Volgende. Maar dit is het verhaal van, dus wat ik zeg van banken, lenen geld bij ECB voor 0%, lenen het uit aan de overheid voor een percentage die varieert van 4 tot astronomisch. En het risico blijkt gewoon heel gering te zijn, want als het op een gegeven moment misloopt, wordt het toch wel weer afgedekt. Oké, volgende. Ierland stond al in de schijnwerpers in het verleden, net als IJsland. En over IJsland leest je heel weinig, hè, maar IJsland is gewoon op een hele goede manier bezig met orde op zaken te stellen. En eigenlijk weer los van dat casino-kapitalisme zijn eigen economie op te bouwen. En dat is eigenlijk een heel prachtig voorbeeld waarvan uiteraard, zou ik haast zeggen, weinig wordt gezegd. Nou, nu is het Griekenland. Volgende. En de vraag is van wie volgt. En want het houdt natuurlijk niet op, zolang niet het doel is bereikt. En dat doel, dat is door meneer Gordon Brown duidelijk geformuleerd. En dat is de vorming van die nieuwe orde. Met één wereldbank en één wereldmunt. Zien we ook de vlucht naar het goud. Ja. Goud is natuurlijk schaars, hè? Dus de hoop is dan ook bij mensen gewoon van door goud te kopen, dat je daardoor je kunt redden, hè? Als de storm komt. Maar ja, hoe gaat dat met goud? Het is, wat je koopt is het recht op goud en niet het goud zelf. Hè? Dus er wordt gehandeld in recht op goud. Afgezien van, als het hele stelsel in elkaar zou storten, wat heb je dan aan goud? Hè? Dus... voor mij is de vraag gewoon van, moet je dat doen? Moet je er op die manier mee omgaan? Volgende. Daar op die tekst staat, economen. He, dus de blinde geleidehond is de weg kwijt. Dat wil zeggen van, als je leest gewoon ook van, ja, de ene dag wordt dit beweerd en de volgende dag wordt dit beweerd. En dat wordt allemaal met droge ogen gedaan door de meest vooraanstaande economen. Die het allemaal zeggen te weten, maar het is allemaal het moment zelf. En wat ze vandaag zeggen is in tegenspraak met wat ze gisteren hebben gezegd.
en in tegenspraak met wat ze morgen zeggen. Wat gaat die misbank doen? Nou, meneer Dominique Strauss-Kahn, u wel bekend, die heeft al een tijd geleden gezegd dat door het IMF een nieuwe wereldmunt in circulatie zal worden gebracht. Maar we weten dus dat het IMF niet meer is dan het voorzetvenster van de BIS. Waardoor de vraag blijft van, wordt het niet tijd dat we een eind maken aan dit grote casino? En dan is natuurlijk ook de vraag van hoe. Nou, daar kunnen we het meer uitgebreid straks over hebben. Maar het komt wat mij betreft, en daar ben ik ook mee begonnen, heel erg aan op ons bewustzijn. Dus wij moeten anders omgaan met materie, met geld. De tijd van ik voor de ander en de hebzucht is absoluut voorbij. Dat is gewoon echt, zeg maar, desastreus voor economie. En als we iets willen, dan moeten we dat met elkaar doen. En op een andere manier en ons losmaken van die enorm giftige munten die de dollar en de euro zijn geworden. Wat is er mis met dat monetaire systeem? Private instellingen die geld scheppen uit het niets, fractioneel bankieren en samengesteld interestberekening. Aanzienlijk meer geld in omloop brengen dan er nodig is. Er is op dit moment, las ik laatst, heel mooi omschreven, heel plastisch, 200.000 miljard aan rondklotsend geld. Dus geld waarvoor de investeerder een bestemming zoekt om te investeren. Maar die bestemmingen die zijn er niet, omdat de hele economie aan het imploderen is. Geld vloeit naar boven. Geld, las ik laatst bij iemand, geld is tegennatuurlijk. Alles beantwoorden aan de wetten van de zwaartekracht, alleen geld. Dat gaat naar de top van de piramide. En het ontbreken van enig maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij banken. Ik heb zelf 10 jaar bij een bank gewerkt, dus ik weet gewoon hoe er geredeneerd wordt. Wij zijn geen sociale instelling. Nou, je hoeft geen sociale instelling te zijn, maar je hebt wel maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen van, dat je niet alleen maar hoeft te investeren in militair-industriële investeringen. Of in, noem het maar op. Maar dat dus ook investeringen in projecten die er toe doen en die ons een beter milieu bezorgen, die ons een betere energievoorziening, beter voedsel bezorgen. Dus daar zou in geïnvesteerd moeten worden, maar dat kun je niet van banken verwachten, want dat is veel te riskant en dat doen banken niet aan. Nou, dus beurzen zijn casino's. 98% van de internationale financiële transacties heeft een speculatief karakter. En er is meer dan 10 maal de waarde van wat de wereld in zijn geheel produceert in omloop aan die derivaten. En geld voor je laten werken, dat werkt dus niet. Ja, hier, even kijken hoor. Ik moet het niet te lang meer maken, want ik ben al een beetje over de tijd heen. Sla deze maar even over. En dit plaatje geeft aan van wat er gaat gebeuren als alles bij het oude wordt gelaten. Dus de houdbaarheid van het systeem staat daar. En diversiteit en interconnectiviteit, dus dat is hoe het met elkaar samenwerkt, staat daar. En dus hoe meer diversiteit en hoe meer interconnectiviteit, hoe beter, totdat het op een gegeven moment chaos wordt. Want als het te divers wordt, dan neigt het tot chaos. Nou, in een monocultuur, als wat we nu hebben, zie je dus dat het op een gegeven moment door gebrek aan diversiteit en interconnectiviteit in elkaar stort. En wat we nu krijgen is dat als de zaak in elkaar stort, dat je dan een tijdelijke oplossing krijgt. Maar dan op een gegeven moment wordt er vanuit Basel dan die nieuwe monocultuur geregisseerd en opgelegd. Volgende. Terwijl dus, als wij ons zouden losmaken van dat grote casino,
zou kunnen gebeuren, hè, dat wij bewegen naar een werkelijk evenwicht. En waarin er evenwicht is tussen houdbaarheid, diversiteit en interconnectiviteit. En dat kan door een menselijke economie, gebaseerd op diversiteit en samenwerking. En menselijke economie bedoel ik gewoon van dat daarin het hart centraal staat en niet de kille berekening. Volgende. Nou ja, dus waarom diversiteit? Nou, een biotoop in de natuur is sterk als er voldoende diversiteit is. Vandaar dus dat ik het over diversiteit heb. Maar natuurlijk, vooral bewustzijnsverandering. Dat is zo ontzettend belangrijk. Hè? En daar staan we ook voor. En waar ik nu over praat is eigenlijk maar een onderdeel van het geheel. Hè? Maar het gaat vooral om bewustzijnsverandering. Volgende. Ja, een paar initiatieven. Crowdfunding, bartering, complementaire munteenheden, rentevrij bankieren, kredietunies. Dat zijn coöperaties die een specifieke branche dan bedienen met geld. Meneer Schumacher, dat is was een Braziliaan die op een gegeven moment zijn bedrijf helemaal gedemocratiseerd heeft door mensen eigenlijk zeg maar los te maken van alle dogma's, opvattingen over van hoe een bedrijf voert van bazen en knechten tot een soort van gelijkheid, waardoor gaandeweg mensen daar zelf initiatieven durven te gaan nemen. En boze tongen beweren dat Semco zijn bedrijf failliet is, maar dat is helemaal niet waar. Hè? Dus er wordt ook van dit soort voorbeelden gezegd, ja, het werkt niet. Maar het werkt wel, want het bedrijf bestaat nog steeds. Alleen krijgt geen publiciteit omdat het niet past in het huidige plaatje. Meneer Schumacher was de man van Small is Beautiful. Het is die propageerde van kleine eenheden, wel met elkaar samenwerken, maar kleine eenheden, overzichtelijk, menselijk. He, van, het gaat niet om het grote is niet efficiënt, zegt hij. Het grote ontmenselijkt, onpersoonlijk. He, dus het gaat om het kleine en het overzichtelijke en het, dat mensen elkaar kennen en dat mensen met elkaar kunnen samenwerken. En natuurlijk kun je eenheden ook weer met elkaar laten samenwerken, maar het gaat dus vooral. De laatste die noemen Scott Bader. Scott Bader was al in 1951 zover dat hij al zijn aandelen gaf aan het collectief van zijn werknemers. Niet een communistische daad, maar gewoon van, hij vond dat die aandeelhouderswaarde vond hij onzin. Dat, hij zegt dat kweekt alleen maar jaloezie en onevenredigheid. En dus hij gaf het hele aandelenbezit aan het collectief van zijn werknemers. En die profiteerden dus ook gezamenlijk van de opbrengsten van die aandelen. 30% ging naar de mensen zelf. 30% werd besteed aan goed doel, hè, als bijvoorbeeld een project in Afrika, schoonwaterproject in Afrika. En 40% werd ingehouden als winst om het bedrijf financieel sterker en onafhankelijker te maken. 1951, je leest er nergens over. En het bestaat ook nog steeds, Scott Bader. Crowdfunding. Crowdfunding is heel veel mensen een heel klein bedrag storten in een pot. En vanuit die pot worden er goede projecten gefinancierd. He, dus projecten die er anders niet aan te pas komen, als bijvoorbeeld in de zorg, in de gezondheidszorg. Of een project op het gebied van vernieuwing van energie. He, dus dat die vanuit die pot, he, waarbij dus heel veel mensen gewoon een heel klein bedragje storten. He, maar hoe meer mensen, en daarom heet het ook crowdfunding, dat doen, hoe groter de pot die je hebt om daaruit dat soort projecten te financieren. En het mooie daarvan is dus dat er geen groot risico wordt gelopen. Eigenlijk is het hetzelfde als van een actie van waarin je een collecte houdt, hè? Een grootschalige collecte. Dus dit is eigenlijk een grootschalige collecte om de economie te herstructureren, zou je kunnen zeggen. Bartering, dat is dus in zijn meest zuivere vorm van ik heb een kilo appels en jij hebt een zak meel. En ik ruil mijn kilo appels tegen dat zak meel.
je ziet dus in landen waar het geld schaars is, dat er meer neiging is tot bartering. Als bijvoorbeeld in Australië eind jaren 90 van de vorige eeuw, dat daar veel meer openheid voor was voor bartering, omdat het geld schaars was. Dus dit is een van de methodes, bartering, om ervoor te zorgen dat de economie kan doordraaien. Maar daar heb je dus het probleem van hoe herleid je nou de waarde van een zak meel op dat van een kilo appels. En dan komt er alweer geld bij kijken. Nou, dus dan heb je daaraan gekoppeld een complementaire munt. En wat is een complementaire munt? Nou, dat is een munt eigenlijk die door de coöperatie, die met elkaar die barterhandel bedrijft, in circulatie wordt gebracht. Dus eigenlijk alleen maar als ruilmiddel en rekeneenheid. En verder niet. He, dus die heeft niet dat gif aan zich wat onze officiële munten hebben. En een mooi voorbeeld van mooi voorbeeld daarvan is de Weerbank in Basel. Heeft de volgende. Die is opgericht in 1934. En tijdens de grote depressie van de 30 jaren, initiatief van 16 kleine ondernemers. En die hebben zo'n complementaire munt in circulatie gebracht. En die hebben een vereniging, een coöperatie hebben ze opgericht, waarin die dus die munt kon circuleren. Nou, en hoe meer deelnemers je hebt aan zo'n coöperatie, hoe meer bestedingsmogelijkheden je ook hebt voor die complementaire munt. Tot de dag van vandaag functioneert het. Er zijn nu 60.000 leden en de Weerbank is nog steeds springlevend. Ook weer iets waar weinig over gezegd wordt. Volgende. Dan hebben we ook nog de Jatbank. En de Jatbank, dat is een bank in Zweden die geen rente berekent. Bij mijn weten is dat de eerste Europese bank die interestvrij bankiert. Nou, daarvoor is echt nodig dus dat mensen bereid zijn ook om geld in te zetten zonder dat ze daar rente voor vragen. Dus daar is wel een bepaald inzicht voor nodig. Maar Jatbank doet op bescheiden schaal, hè, want helaas zijn er nog niet veel mensen die dat inzicht en idealisme bezitten om het op die manier te doen, maar het bestaat en het functioneert. En er zijn ook andere landen die echt interesse hebben, zoals Italië, voor dit systeem van de Jatbank. Volgende. Paradigmaverschuiving. Dus niet dat van deze meneer, die dacht dat hij een paradigma shift onderging, maar was al ineens een onderbroek die aan het verschuiven was. En ook niet de volgende jaar, misschien wel. Kuiken wat uit het ei kruipt. In het ei was het een andere wereld dan buiten het ei. En waar het dan echt om gaat, is de paradigmaverschuiving met betrekking tot geld en waarde. Het oude paradigma is geld vertegenwoordigt waarde. Mensen moeten zich inspannen om die waarde te verdienen. De mammon die de grote bouwen voorhoudt. Nieuw, geld heeft geen waarde in zichzelf. Mensen scheppen waarde door een product te maken of een dienst te verlenen. Geld heeft hierbij niet meer dan de rol van ruilmiddel. Heel verstrekkend, heel verstrekkend. He, want je kunt tientallen maren, he, en ons pensioen dan, en ons spaargeld dan. En natuurlijk, he, dus als je overgaat van het ene paradigma naar het andere paradigma, dan is er in die overgang is er natuurlijk van alles wat scheef gaat, niet klopt. En maar als je maar gewoon leeft vanuit besluitvaardigheid van we willen het echt anders en we willen onder die knoet uit en we willen het op een manier doen en dat we onszelf geven en dat we een wereld hebben voor onszelf waarin we in vrijheid kunnen leven en waarin onze kinderen ook in vrijheid kunnen leven, dan kunnen we haast niet anders dan het op die andere manier te gaan doen. Kijk, nou, het laatste plaatje. Het is eigenlijk een, tegen beter weten in, 2012 is jubeljaar.
Er is in de wereld, zoals ik al eerder zei, $200 biljoen aan rondklotsend geld. Dus geld wat een investering zoekt. En het gekke is dat de hele wereld, dus alle landen tezamen, in juni 2010 een externe private en publieke schuld van 60,5 miljoen hadden. Volgens het CIA factbook. Maar dat is idioot. Een externe schuld van de hele wereld aan de Marsmannetjes of aan, aan wie dan? Wie zijn dan die uiteindelijke schuldeisers? Die maken kennelijk geen deel uit van de wereld. Als die mensen één streep zouden zetten door alle vorderingen, dan waren we in één klap vrij. En ze hebben het vermogen om dat te doen. Het is niet hun bedoeling. De Georgia Stone, Guidestones, die bewijzen dat het... Maar wij, met elkaar, zouden kunnen maken dat, ook al is het hun bedoeling niet, dat ze het niet anders kunnen dan een streep er doorheen te zetten, zoals in het verleden dus ook gebeurde. Kijk, nou, dus waar het op neerkomt is van, neem je eigen verantwoordelijkheid. Kijk in je eigen leven wat jij kunt doen om je vrij te maken van dat, van zeg maar, de knellende macht van dat systeem. En misschien kun je maar weinig bedenken, maar alles wat je bedenkt en alles wat uit je eigen hart voortkomt is goed, oké. Dus daarmee wilde ik beëindigen. En heel erg bedankt voor uw aandacht. Ik heb de naam Rothschilds genoemd, maar ik heb er ook bij gezegd dat de Rothschilds onderdeel zijn van de oligarchie. En dat die oligarchie bestaat uit 12 families. En dat die families dwars door alle maatschappelijke structuren heen gaan. Dus dat die ook zich in de Romeinse kerk hebben genesteld. Dus het is niet zo van dat de oligarchie losstaat van de kerk als zodanig. Is dat een antwoord? Ja, het is een antwoord in de zin dat ik voor de documenten ja. Ik heb ook gezegd van, ik wil niet te veel namen noemen, maar het is natuurlijk zo dat het Vaticaan, wat ik noemde over de Bisbank, dat die, het Vaticaan is van de financiële wereld, dat het Vaticaan natuurlijk ook een volkomen uitzonderingspositie heeft ten opzichte van de wereld. En dat de rijkdommen die behoren tot de kerk, dat die nooit zijn gebruikt om de nood in de wereld te lenigen. Nou, dat staat dus gegrift op die Georgia Guidestones, wat ze willen. En dat is eigenlijk een uitroeiing van 6,5 miljard van de mensheid en 500 miljoen mensen overhouden. Voor wie een soort van ideale wereld gecreëerd zal worden. Dus het is niets meer en minder dan het decimeren van de kudde,
Want in de ogen van die oligarchen zijn wij de kudde. Decimeren van die kudde om uiteindelijk een aantal over te houden die in evenwicht met de natuur, in hun ogen in evenwicht met de natuur leeft. En waarvoor dan ook voldoende ruimte is om een soort van ideale wereld te creëren in hun ogen. Dus het heeft helemaal niets te maken met liefde voor de mens als individu. Het heeft te maken met systeematig denken en denken in termen van structuren. U kijkt nog zeer nadenkend. Ja. Ik denk uiteindelijk wat ze ernaast zien is de totale macht, de totale controle, totale bezit. Ja, maar die macht, daar zit dus achter de gedachte van een nieuwe orde. En die nieuwe orde, die is dus een wereld. Ja, uiteindelijk had Hitler had het er ook al over. Dus na de oorlog zou het een ideale wereld zijn. Ja, waarin dan het superras, de superariërs, zouden dan daar een fantastisch leven in hebben. En die ideeën, die leven nog steeds. En die zijn zeg maar onomstotelijk duidelijk op die Georgia Guidestones gegrift. In 9 talen. In 1980. Nou, dat is iemand die de opdracht heeft gegeven. En want die overtuigen worden ook in dit boek heel mooi de unknown superiors genoemd. Dat is degene die al achter alles zitten, niet zichtbaar zijn, maar wel overal hun invloed kunnen doen gelden. Ik heb toch aansluitende vraag meer, op welke manier wil men komen tot vergeving in de mens? En tweede vraag is, wanneer? Ja, nou ja, ik denk dat we daarvan allerlei voorbeelden al zien. En kunnen we dan noemen de chemtrails, waar de Belfort Groep zeer tegen ageert. De vaccinaties, waar de mens wordt verzwakt, ziek wordt gemaakt, letterlijk. Voeding, chemicaliën bevatten die zeer ongezond zijn voor de gezondheid. Aardbevingen die veroorzaakt worden door haar. Zo zijn er allerlei methodes. Hè? En je kunt dus niet zeggen van ja, dit is het specifiek, maar het is eigenlijk van zijn overal bommen gelegd en de detonator is al ontstoken, zeg maar. Dus op een moment springt er daar weer eens iets en dan springt er daar weer eens iets en dan springt er daar weer eens iets. Want je moet niet vergeten dat wat er nu gebeurt is heel zorgvuldig gepland al eeuwen van tevoren. Het zijn schakers die al heel lang van tevoren hun plannen hebben gemaakt en die ze nu aan het uitvoeren zijn en dat in versneld tempo aan het uitvoeren omdat ze weten dat hun tijd kort is. Want er is tegelijkertijd ook een kosmische verandering aan de hand. Maar is dat ook geen doctrine? Wat is een doctrine? Ik heb de indruk dat na te studeren, ik ben met deze materie een aantal jaren bezig. Ik hoor dat heel veel van, er staat een heel goed plan en ze hebben alles in de handen en er is eigenlijk niet veel te doen en ze hebben alle macht in handen. Ik heb ook de indruk dat dat een doctrine is. En het is een doctrine om de mensen te ontkrachten. Want er is een verschil. Voor mij is er een verschil tussen iets willen doen, zoals ik had met George Guidestones, en het kunnen. Want ik geloof niet dat ze het kunnen. Dat is mijn insteek. Dus er is een soort van doctrine aan de gang die zegt van kijk, zij zijn oppermachtig, zij hebben al die middelen. Alle geledingen van de maatschappij zijn doordrongen door secret societies en zo. En ik geloof dat dat niet waar is. Ik geloof dat het echt een doctrine is om de mensen te ontkrachten. Er wordt gewerkt met angst. Ja? Dat zeker. Ja. Maar ik denk dat de macht en de invloed van deze mensen niet onderschat moet worden. En natuurlijk, door de angst te versterken,
wordt daar ook de daardoor ook de verlamming vergroot. En daarom zeg ik dus ook van, wij moeten uitgaan van onze eigen kracht. En ik begon te zeggen van, dit is een tijd van bewustzijnsverandering. En ik denk, ik weet zeker dat deze krachten en dat wat erachter drijft, de luciferische krachten, dat die absoluut niets kunnen uitrichten tegen de echte liefde. Dus als wij gaan leven uit die echte liefde, dan leggen die krachten het af. Maar vooralsnog zie je overal in de wereld dat ze hun invloed kunnen doen gelden. Omdat toch een heleboel mensen gevoelig zijn voor hun wapens. En die zich met name uitdrukken in wat ik heb genoemd. De grootste greep die ze eigenlijk op de mensen hebben, zit in geld en in seks. Geef ze brood en spelen, ja. Geef ze brood en spelen. Misschien achteraan, ja? Ja. Het geldsysteem zoals zich nu manifesteert, smaakt dan toch niet blijven duren, hè? Ik kan u niet verstaan. Het geldsysteem zoals dat nu functioneert, ja. Volgens mij, voor hetgeen dat u al gezegd hebt, kan dat zo toch niet blijven bestaan? Nee. Wat hebt u daarop te zeggen eigenlijk? Ik denk dat het geldsysteem zoals we dat nu kennen, dat niet kan blijven bestaan, dat implodeert. Daarom heb ik ook gezegd van dat in het verleden die wijsheid er nog was. Dat eens in de zoveel jaar er een streep door de rekening werd gehaald. De wereld barst, gaat ten onder aan zijn eigen schulden. Alles is schuld. En die schulden die lopen maar op en op en op. En niemand bedenkt eigenlijk van, ja, als er één schuld heeft, is er andere, aan de andere kant de schuldeiser. Wie zijn die schuldeisers dan? Het zal niet lang meer duren. Wat zegt u? Ik denk dat dat in het hoofd en de plannenmakerij van die oligarchie zit. Ja. Misschien eerst een vraag op Luc. En dan gaan we terug naar die kant. Ja. Ja. Dus wat die elite wil, is helaas menselijk. Want het is een soort spiegel natuurlijk van wat bij de mensen wakker gemaakt wordt. Als ik in de spiegel kijk, of ik erger mij aan iemand een bepaald gedrag, ja. Vertelt dat in principe iets over mij. Ja. Dus wat daar gebeurt, is helaas menselijk natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dus dat is natuurlijk als ook... Als ik er tegen ga protesteren, tegen vechten, dan verzwak ik waarschijnlijk alleen maar. En dan wat ik me altijd afvraag is... Ik kan me niet voorstellen dat wij Westerlingen de enige verlichting zijn van wat er nu aan de gang is. Wat gebeurt? Is er een bewustzijn in China? Is er een bewustzijn in Brazilië? Zijn we dan allemaal... Het Westen is bijna maar het Westen. Ja. Wat gebeurt daar? De Vaticaan is een onderdeel van katholieke instituut. Maar boeddhisme, de islam bijvoorbeeld, zijn ook allemaal een speeltje van... Van die 13 pijlen, of hoe moet ik gaan noemen? Denk het wel. Ja. Denk het wel. Ik denk dat in China natuurlijk ook heel veel gebeurt. Ja, en ik denk dat daar ook een enorme repressie is in China. Ja, alleen al het feit dat Chinezen dus een gefilterde toegang hebben tot internet. Ja. De verandering in China is veel groter dan bij ons. Want het verschil tussen rijk en arm, daar is een veelvoud van wat wij hebben. Ja, klopt. Zo de invloed en de impact bij de mensen daar is veel, veel groter. Ja, dat zie je in Rusland, dat zie je in China, dat die inkomens- en vermogensverschillen enorm snel toenemen. Ja. Dat is de reden waarom er zo weinig betoging is hier, want we hebben het allemaal te makkelijk. Wel lekker. Ja. Ik bedoel, Maar goed. Maar wat u zegt van dus dat er wordt gespiegeld aan onze eigen zwakheden. Ja. En zolang wij die blijven hebben, is de greep op ons.
Dat is waar. En als wij deze elite met de daar achterliggende krachten gaan bevechten met hun eigen wapens, dan leggen we het af. Dat lukt niet. En dus inderdaad, niet strijdloosheid is ontzettend belangrijk. Daar heeft u helemaal gelijk in. Wat zou er gebeuren als alle schulden worden kwijtgescholden en iedereen met schone lei zou beginnen? Dan zou dus inderdaad de geldhoeveelheid zou helemaal inkrimpen, ja. En dan zou je dus iets moeten doen om vervolgens de zaak weer op gang te brengen en dan op een andere manier. Wat zegt u? Wat moet je dan doen? Nou ja, kijk, en dat is dus een kwestie van, willen we een nieuwe leider? Willen we weer een charismatisch figuur die ons voorgaat naar een nieuwe, betere wereld? Of willen we het met elkaar van... Het mooie van die beweging in Washington is van, daar zijn geen leiders. En daar gebeurt toch van alles. Ik denk dat het ook van deze tijd is om het uit onszelf te laten komen. Wel met elkaar samen te werken, wel met elkaar te overleggen, maar... En niet meer, zeg maar, het oude model van hiërarchie en leiders. Ja. En als u dan vraagt van, ja, wat moeten we dan doen? Datgene wat, wij in overeenstemming met elkaar kunnen realiseren. En dat is heel veel. En ik heb een aantal initiatieven genoemd. En het is helemaal niet nodig van dat het één bepaald initiatief wordt. Het gaat ook volgens mij om diversiteit. Maar vooral om samenwerken en vooral omdat het belang van het geheel, dat prevaleert boven het eigen belang. Ja. 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 Dus dat is eigenlijk je eigen belangrijkste. Ik heb altijd gewerkt in mijn leven, als ik het voel heb, naar een andere groep. Ja. En ik heb enorm veel tegenkanten gehad van organisaties, van omdat je niet andere niet staat, welk zilver papier bedoel je? Fysiek hout en zilver. Ja. 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 Het valt wel te verwachten. En dat is natuurlijk ook weer een windhandel. Ja. 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 Nou, die hele goudhandel, daar is ook weer heel veel over te zeggen. Die is heel lang gemanipuleerd worden door de centrale banken met een aantal grote investeerders. Is die goudprijs laag gehouden met een bepaald doel. En sinds die grote investeerders eruit zijn gestapt, is die goudprijs omhoog aan het gaan. Maar vooral dus de handel in virtueel goud. Dat zie je overal. Dus het gaat dan niet meer om de grondstof zelf, maar het gaat om de, virtuele grondstof. En dat leidt natuurlijk altijd tot opblazen en windhonden. Ja. Meneer, u hebt gezegd dat dat grote plan al honderden jaren geleden. Ja. Ja. Maar de mensen leven maar maximum 100 jaar. Ja. Dus de mensen die 100 jaar geleden naar het plan gestart zijn, hebben daar niet gedaan. Ja. Wat was zo'n bedoeling dan? Waar de zo'n mens leven en zo in de moeder dat dat voor de 500.000 die honden leven. Nou, het heeft niets met edelmoedigheid te maken. En misschien ga ik dan erg ver om, want ik moet het gewoon zeggen dan, van dat de beide luciferische krachten altijd het weten is geweest van de tijd die nu komt.
En dat de plannen die gemaakt zijn, opgericht zijn om die Christusimpuls, die in deze tijd sterk gaat worden, om die sterk aan het worden is, om die tegen te houden. Dus het is eigenlijk een verzet tegen de gang der dingen. En want wij als mensheid moeten een stap maken in het bewustzijn, volgende stap. En wat die krachten proberen is gewoon ons daarvan tegen te houden. Door ons te onderdrukken, door ons als vee te houden. Echt. Maar dan zijn die mensen die dat plan uitvoeren, zelf gemanipuleerd. Die zijn, die hebben zich in feite aan de mammon hebben ze zich verkocht. Hè, en die kracht is van, van dien mij, hè, de verzoeking in de woestijn. Dien mij en alles zal u geworden. Hè, dus daar zijn ze voor gevallen. Je spreekt over luciferische krachten en Christuskracht. Is dat een antroposofische visie? Nee, ik heb geen specifiek antroposofische visie. Nee, mijn visie is gebaseerd op onderzoek en op wat ik voel en denk als van dat is waar. Dat klopt. Dus ik hang niet een specifieke overtuiging aan. Ja, ik heb natuurlijk Steiner gelezen. Ik heb gelezen over. Maar voor mij is gewoon van wat bijvoorbeeld een Steiner zegt over luciferische kracht is aannemelijk. Ja. Ik heb nog een vraag over de IJsland en de economie die terug gaat komen. Ja. Wat is hun geheim om dat mogelijk te maken? Dat ze zich los hebben gemaakt van het casino-kapitalisme. Ze zijn begonnen met een volksraadpleging. Nou is IJsland natuurlijk een land van 350.000 mensen, dus geen groot land. Maar ze hebben gewoon aan het volk zelf gevraagd van, komen jullie met voorstellen van hoe wij de zaak weer in beweging kunnen brengen. En er zijn gewoon hele goede ideeën uit voortgekomen. Ze hebben dus alle zeg maar, banden verbroken met de internationale financiële wereld. Die IJsland heel sterk beheerst heeft. En ze doen het dus nu, gaan nu uit van hun eigen kracht. En dat lukt wonder wel. Wat toch sterk geleid moet worden. Ja, maar wel dus gebaseerd op de algemene opinie. Hè? Dus er wordt gevraagd aan de mensen zelf van wat willen jullie, hoe willen jullie? En niet zoals onze politici dat doen. En vervolgens dan hun eigen plan trekken of verkiezingsbedrog plegen. En mag gewoon echt uitvoeren wat er ook gewild wordt. Ja. Als ik u begrijp, dan is het bijna onmogelijk dat de grote staten blijven bestaan. Want ze zijn zodanig megalomaan dat, dat het niet beheersbaar is. Ik denk dus dat u eigenlijk wilt zeggen, alleen ik weet het niet, ik denk dat u wilt zeggen dat het goed zou zijn dat er veel kleinere entiteiten bestaan naast elkaar die telkens op zichzelf zelfbedruipend zijn. Is dat de bedoeling? Ja, nou, als ik het daarover had, had ik het dus over Schumacher. En had ik het over zijn boek Small is Beautiful. A Society as if People Mattered. Alsof mensen ertoe doen. Mm-hmm. Hij heeft eigenlijk geschreven over bedrijven en over de aandacht voor het kleine. Dus dat je bedrijven zo opzet dat het ten alle tijde overzichtelijk blijft. Dat mensen elkaar blijven kennen. Dat er een menselijke maat in zo'n bedrijf is. En niet dat er niet geregeerd wordt op basis van cijfers, tabellen, statistieken, orders en dat soort zaken. Is daarover nagedacht? Welk bijvoorbeeld het ongeveer het maximum aantal mensen zou zijn die tezamen zouden kunnen zelfbedrijvend zijn? Nee, dat hangt volgens mij heel sterk af van de mensen zelf. Nee. En daar voeg ik dan het verhaal van Semmler aan toe. Dus als mensen als het ware opgevoed worden in de onafhankelijkheid, dan kunnen gewoon 3000 mensen kunnen heel goed samen een bedrijf runnen. In Nederland heb je een softwarebedrijf gehad, dat heet BSO.
Ja. Winsen, ja. Winsen, en die hadden een celstructuur van 50 mensen maximaal. Ja. Oké. Okay. Was Schumacher nou eerder of later dan? Schumacher was voor Winsen. Okay. Ja. Dat is in elkaar gezakt omdat mijn Winsen overleed, helaas. Dus je ziet er wel aan van dat dat toch een. Is dat niet zo? Oké, maar voordat het verkocht werd, is volgens mij die Winsen overleden. Die was dus daar. Oh, nou, dan zeg ik iets wat niet waar is. Nee. Winsen heeft het op het moment verkocht aan. Oké, okay, goed. En Virus heeft het weer verkocht aan KPMG en nu is het aan. Alleen. Daar was nog een vraag. Of is nog een tussenantwoord? Daarnet, iemand zei daarvoor ook, die doctrine, dus hoe meer controle zich straks manifesteert, is misschien in feite ook het, het verraad in feite dat er ook een andere beweging steeds sterker wordt. Dat vanuit die angst steeds meer controle komt. Ja. Dat de controle in feite niet meer beheersbaar ja. Ja, is. Dus in feite is het hoopvol. Ja, want het is eigenlijk voor jou een trigger. Voor groei in bewustzijn. Dat klinkt misschien bizar. Positief gezien zou je het zo kunnen zien dat inderdaad datgene wat gebeurt, dat het voor ons een prikkel is om het anders te doen. Maar als wij om ons heen kijken wat er gebeurt, ben ik toch bang dat heel veel mensen nog slapende zijn. Ja. En dat er weinig olie in de lampen zit. Ja, dat is het feit. Dus, als ik even mag zeggen, deze ochtend was het nieuws dat in België 48% van de mensen tot hiertoe de crisis nog niet voelt. Dus voorlopig is de crisis. Ja, het moet echt eerst in de eigen tuin komen dan. Ja, ja. Ja, de jongeren zitten volop in de transitiebeweging hier in Gent, de Topness. Ja. Ik weet niet of dat daar aansluiting op is. Ja, dat is een van die mooie initiatieven. Ja. Van mensen die het toch op een andere manier gaan proberen. Ja, en ik denk ook dat onze hoop bij de jeugd ligt. Ja. Want die zijn minder geïndoctrineerd als wij dat zijn, hoop ik. Hoewel er van alles wordt gedaan natuurlijk om ze zo snel mogelijk te indoctrineren. En ongeschikt te maken om zelfstandig te denken. Ik heb zelf een aantal jaren onderwijs gegeven. Ik weet gewoon van al die lesprogramma's gericht zijn op simpel overdragen van techniek en zo snel mogelijk een opleiding af te ronden. En er worden zeker geen zelfdenkende mensen van gemaakt van studenten. Het gaat gewoon dat ze een tas vol krijgen met gereedschap en dan het bedrijfsleven in. En, hoe beter ze die gereedschappen kunnen gebruiken, hoe bruikbaarder ze zijn. Ja. Stel dat er een regering naar u toe komt om geadviseerd te worden en men vraagt u, ze zijn van plan om een bank te kopen en de vraagprijs is 4 miljard. En stel dat we u vraagt, kijk, we kunnen voor die bank 4 miljard betalen, maar er is een garantie voor een schuld van 60 miljard die we zouden moeten geven. Wat zou u die regering adviseren? Dus de deal van Dexia had die moeten worden gedaan of moeten we het gewoon helemaal zonder namen te noemen? Nou, er is iets heel vreemds natuurlijk met Dexia, maar dan kan ik toch de stip nog even gebruiken. Het is de hoeveelheid geld die in Dexia zit en dat is 566 miljard. En daarvoor is 10,7 miljard eigen vermogen. En dus het gros, ik teken nog veel te groot, het moet eigenlijk zo zijn. Dit is eigen vermogen. Het gros is vreemd vermogen. Dat is bij alle banken zo trouwens hoor. Dus de verhouding. Hè? Dus het zijn gewoon eigenlijk reuzen met leme voeten. Heel weinig eigen vermogen, heel veel. Verplichtingen aan spaarders, depositohouders,
andere banken, ze halen overal geld vandaan. Nou, dat geld, dat is dan door die banken uitgezet in kredieten en uitgezet ook in investeringen. En de Dexia Bank die heeft op een gegeven moment geïnvesteerd in Griekenland, 4 miljard. Eind 2010 was 4 miljard en 12 miljard in Italië en Portugal nog wat en in Spanje nog wat, met elkaar 19 miljard. Eind 2010 was het helemaal niet nodig om er nog een voorziening op te maken. Het was allemaal koek en ei. Er waren voldoende voorzieningen op gemaakt. De boekwaarde was de economische waarde. Zijn we een paar maanden later, nee hoor, er moet voorzieningen worden gemaakt van 12 miljard. En er moet een bedpan komen en er gaat 90 miljard in zitten. En er moet een garantie komen om die 90 miljard weer af te dekken. 90 miljard, dat is toch 12 miljard. En een paar maanden daarvoor was het helemaal niet nodig. En een week voordat dus die problemen kwamen met een mogelijke bankrun op Dexia. En van ja, we moeten het nationaliseren. Werd er door de ECB gezegd van in deze positie stellen wij onbeperkt liquiditeit tot de beschikking. Dus als er iets dreigt, de centrale bank is a lender of the last resort. Dat wil zeggen dus als er geld nodig is, springt de ECB bij, niet bij de Dexia Bank. En dan ga je toch afvragen van, hè, hoe zit dat nou, 90 miljard... plotseling bad bank, 90 miljard. Ja, ze hebben inderdaad zo'n ongeveer 90 miljard aan investeringen staan. Maar dat zijn ook vorderingen op de Franse staat, zijn vorderingen op de Belgische staat, zijn vorderingen op de Duitse staat. En zijn dat dan allemaal plotseling slechte vorderingen geworden? Of weten zij iets wat wij nog niet weten? En dan van, ja, moet je daar 4 miljard voor betalen? Nou, als iets dan kennelijk zo slecht is, hè, dat je de 90 miljard op de tocht staat en je hebt maar 10,7 miljard eigen vermogen, heb je toch een lekker tent. Zijn ze toch failliet? Ja, dus, er is ook zo'n van één wordt bij de oren gepakt en die wordt naar voren gehaald en die moet in de hoek staan. En die is het stoute jongetje van de klas. Ik denk niet dat er veel banken nog zijn in Europa en in andere werelddelen die niet met een hele stapel aan giftige activa op hun balans kampen. Dus giftige activa in de zin van het staat er allemaal wel. Maar wat is de werkelijke waarde ervan? Misschien eerst vooruit en dan. Een belangrijk deel van Dexia is eigenlijk de groene BHC. De Volksbank van de Arbeidersvereniging. ARCO. Ja, ja. ARCO is een van de belangrijke aandeelhouders. Ja, ja. 800.000 kleine aandeelhouders. Ja. Ja, die zijn allemaal. Ja. 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 Maar mijn vraag is, houdt dat Dexia? Omdat daar een belangrijke aandeel is dat van de arbeidersbeweging, dat het dan een Dexia wordt aangepakt? Of... Ik weet niet welke gedachte hierachter zit. Maar ik weet wel van dat iets niet klopt. En dat het voor mij gewoon echt een groot vraagteken is waarom deze bank dan niet via de ECB kon worden gesteund. En waarom plotseling out of the blue. Terwijl er dus een aantal maanden daarvoor geen sprake was van noodzakelijke verdere voorzieningen. Iedere bank maakt voorzieningen. Dus er waren al voorzieningen gemaakt op die vorderingen. En er was niet nodig, officiële verklaring, om verdere voorzieningen. Stresstest, goedgekeurd, tire ratios, al die reuten met tijd en hele circus. Allemaal goed. En een paar maanden later, nee, klopt niet. Vreemd. Eerst mevrouw en dan Jonas. Het gaat over Dexia nog. Ja. Nee, nee. Ah, ja, okay. Het is misschien interessant om eens na te denken waarom meneer Luc de Hane plotseling uit de raad van bestuur is gegaan en voorzitter van de bank is geworden. Ja, ja.
Heb jij daar een idee over? Ja. Vertel. Alleen iedereen heeft daar zoveel vertrouwen in. Maar ik niet. Nee. En als je ook weet dat airlines in Amerika eigenlijk failliet zijn, ja, en er ook ondergrondse verbindingen lopen met ook hele malverzierde organisaties, ja, dan denk ik dat België de komende weken en maanden met schandalen te maken krijgt waarvan ze enorm zullen zijn. Kan ik daar iets? Protectie? Ja. Even naar hier rijden. In het nieuws nu hoorde ik op de radio dat de bedbank in Israël, dat ze dus eigenlijk ook in de Joodse nederzettingen, illegale Joodse nederzettingen aan het steunen zijn. Protectie? Ja, 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 ja. Dus eigenlijk past dit nu allemaal een beetje in het plaatje, want toen ik naar jouw uiteenzetting aan het luisteren was, dacht ik van ja, past er inderdaad, de verborgen agenda komt een beetje naar boven, ja, wordt al duidelijk en zichtbaar wat ze eigenlijk proberen weg te steken. Ja. Nou, voor mij zijn banken zijn, niet meer dan instrumenten van die oligarchie. En banken zijn tot op het bot afgekloven, zou je kunnen zeggen. En wat we nu toegeworpen krijgen zijn die afgekloven botten, van red je er maar mee. En dan ook nog een keer echt het diabolische, hè, van dat wij met ons belastinggeld, bezuinigingen van de overheid, grotere werkloosheid, allerlei projecten die niet meer worden uitgevoerd, dat wij dan nog moeten proberen om die al voorkomen doodzieke banken overeind te houden. Het slaat nergens op. Ja. 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 Maar ik ben hier niet om revolutie te gaan preken. Ik vond die opmerking van strijdloosheid. Het is gewoon van we weten van dit is wat stelselmatig, planmatig wordt uitgevoerd en over ons wordt uitgestort. En we kunnen ons kwaad maken over dit soort dingen, maar het maakt gewoon onderdeel uit van iets wat stelselmatig wordt gedaan. Nog kunnen we het dekstiële hoofdstuk afsluiten, tenzij er nog wat dat betreft een prangende vraag is. We vinden ons banken betrouwbaar. Ja. Wat zegt u? Zijn nog banken betrouwbaar? Betrouwbaar. Nou, ik denk dat er mensen bij banken rondlopen die echt zeg maar het beste voor hebben met hun klant. En die ook bereid zijn om zeg maar het uiterste te doen om hun klant van dienst te zijn. Maar die gewoon van bovenaf worden teruggefloten, omdat ze niet meer mogen. Hè, want wat is ook van, dan gaan we naar diezelfde kolom kijken. Hè, en wat is er dus vanuit Basel nu gesteld? Dat de banken moeten een buffer hebben van minimaal 9%. En die buffer is dan gebaseerd op een ratio. En die ratio die heeft dan te maken met dat eigen vermogen en die heeft te maken met het balanstotaal. Maar het zijn gewoon manipulators, puur zang. Dus ze hebben ook dat balanstotaal hebben ze dan weer gemanipuleerd. Want, wordt geredeneerd, van als er geen risico is, het zijn dus volkomen risicovrije uitzettingen, dan hoef je niet bij de balans te tellen. He, dus op die manier wordt dan die buffer, die wordt kunstmatig wordt die opgehoogd. Maar in werkelijkheid heeft niet alleen Dexia een eigen vermogen van 3%, maar is dat ook bij de ING bijvoorbeeld het geval. Nauwelijks meer dan 3%. En 1% meer eigen vermogen is 12 miljard. Wat zeg ik? 12 miljard, ja, klopt. He, dus voordat je op dat pijl bent, en vandaar dus dat er gemanipuleerd wordt gewoon, vandaar dus dat dus met die ratio's geknoeid en gespeeld wordt aan alle kanten. He, van wanneer heeft iets nou risico en wanneer heeft het geen risico? He, dus het beste jongetje van de klas die het beste doet wat de Basel wil, die krijgt ook de meeste beloning. En degene die zeg maar een stoute jongetje van de klas is, die komt in de hoek. Ja. Ik wil eens graag weten wat u denkt over de Triodos Bank. Over de Triodos Bank? Nou, ik vind de Triodos Bank een mooie bank.
En ik denk dat ze datgene waar ze in willen beleggen, of in ieder geval het geld van de spaarders in willen stoppen, dat dat heel wat, zeg maar, idealer is dan wat de meeste banken ermee doen. Triodos Bank is de bank die op een antroposofische grondslag is opgericht. Ja. Nou, Triodos Bank heeft ook zichtrekening, hoor. Ja. Maar één ding, ook de Triodos Bank zit in het oude systeem. Dus ze zitten er tot en met in. En ik heb mij ook laten vertellen dat zij niet alleen uw spaargeld voor ideale investeringen besteden, maar ook dat ze daar net zo goed ook. En ze lenen het uit aan andere banken. En wat die andere banken ermee doen, dat is dan ook weer de vraag. Ik wil eigenlijk geen vraag stellen, enkel maar mijn getuigenis geven. Ik ben zelf 20 jaar kantoordirecteur geweest bij de gemeente Kreet. Ja. En ik heb altijd gezegd, ja, terwijl ik bezig was, niet bij mijn klanten, maar bij andere mensen soms, ja, in de wereld heb je gangsters en je hebt banksters. En ik ben zelf op 39 jaar geleden mijn job kwijtgeraakt door de omstandigheden dat ik gezegd heb. Ik ken tientallen van mijn collega's in gemeenschap en nog andere banken die zo'n bank zijn kwijt, in hun job zijn kwijtgeraakt. Ik ben de enige niet. En dan valt je gewoon. Ik heb niet echt een vraag, maar ik ben volledig akkoord met u als u zegt van alles wordt georchestreerd. Ja. En voor mij klopt het ook als je kijkt, ik ben boekhouder van beroep. En onlangs zag ik een heel goede, doordringende reportage over onze ministers. Hoe zij ons land België profileren als een belastingsparadijs. Ik moet zeggen, ik schrok, want ik dacht, belastingsparadijs, daar moeten we toch ergens anders voor zijn. Wat hebben onze heren ministers gedaan? Ze hebben een goed boekje samengesteld waarin ze werkelijk zeggen, letterlijk, dit land is een belastingsparadijs op basis van een aantal heel goede wetgevingen, speciaal gecreëerd voor bedrijven die geld door ons land heen sluizen. Ja. U had die journalist daar ook mee de minister geconfronteerd, onze minister Verhofstadt, die ondertussen in de Europese Commissie zetelt. En zegt hij, ja, dat klopt ook, we hebben dat ook zo speciaal gedaan. Maar die journalist was op zijn krediet en die zei, heer Verhofstadt, u heeft dat gedaan omdat u beloofd heeft aan de Belgische bevolking dat door bepaalde wetgeving voor bedrijven een voordeel toe te krijgen, dat daardoor meer jobs op de arbeidsmarkt zouden komen. Ja, zeg ik, heb dat zo gedaan, maar eigenlijk is het niet zo uitgedraaid. Wat er eigenlijk van gekomen is van die wetgeving, is dat doordat alle andere buitenlandse ondernemingen hier een kantoortje huren van vierkante meter groot per uur, kunnen ze op een uurtje tijd via ons banksysteem geld doorsluizen, omdat onze wetgeving daarop nu gebaseerd is. Door dat op een secondje door ons land te passeren, is hier het belastingstelsel gunstiger, wordt daardoor in hun eigen land de belastingen ontrokken en hier moet niets gebeuren, want het is maar even gepasseerd. Dus zeg ik, ik moet bekennen, zegt hij, dat onze banken daar rijk zijn van geworden en niet zoals ik beloofd had, de Belgische arbeider die dan jobs heeft gehad. Dat die man dat openlijk toegeeft en dat ik deze week in het nieuws hoor dat een ellenlange lijst van politici die nu in de Europese Commissie zetelen, Karel de Gucht, Verhofstadt, al die soorten mannen, de hanen waar we over gesproken hebben vandaag, dat al die mannen één per één ook bij een bank terechtkomen, die eerst die wetten hebben gecreëerd om die banken te ondersteunen, maar dan denk ik, man, je hebt de job van je leven gecreëerd. Je zit eerst gans leven in de politici, je zakken te vullen, bloze beloften te maken, daarna ga je de Europese Tour op waar je niet moet verkozen worden, je komt daar gewoon terecht door het systeem, en daarna ga je nog eens gaan zetelen in de Raad van Bestuur, waarvoor jij die wet hebt proficiat. Maar dit is het systeem, dit is onze realiteit. En wie nu nog slaapt, die zegt, schiet wakker, hè, want die ministers die beduvelen ons. Dat is echt beduvelen.
Je moet eens goed nadenken over al die wetten die gehanteerd worden door die ministers. Dat kan niet zijn. En zoals u zegt, wij moeten daar niet tegen in opstand komen. Ik ga morgen met de minister voor opstand de kop niet af gaan zien. Maar ik kies niet om dat soort dingen werkelijk in mijn persoonlijk leven te ondersteunen. Daar wil ik niet voor gaan. Waar ik kan, wil ik het verschil maken. En dan denk ik, dit is heel goed wat u gezegd heeft. Ik ben met deze opmerking ook heel blij, want ik denk dat aan de ene kant kunnen we een proces van bewustwording teweeg brengen, wat absoluut niet gepaard hoeft te gaan met geweld. Geweldloosheid is ook wat een Wall Street, War Street aan de gang is, maar we dienen eerst bewust te worden. En daar kan verontwaardiging een absolute terechte rol in spelen, want diezelfde meneer Verhofstadt heeft in 2008, 2009 voor de Verenigde Naties in een toespraak gezegd dat zijn streven is een nieuwe wereldorde. Die verder ook, zoekt u maar na. Daar moest ik bellen, dan kan ik het stuk voor u in de vrij korte tijd op tafel krijgen. En zo werkt het en niet anders. Ja, meneer Rutte in Nederland is naastig op zoek naar 18 miljard bezuiniging. Als de multinationals een normaal tarief, een normaal belastingtarief zouden betalen, dan zijn die bezuinigingen helemaal niet nodig. En datzelfde wat jij beschrijft over die gelden die door kantoortjes gaan, U2 en van meneer Bono en Tommy Hilfiger en de Rolling Stones en Prada, noem ze maar op, hebben allemaal die kantoortjes in Nederland. En als ze 1% zouden betalen over de winsten die via Nederland worden geleid, zou dat 60 miljard zou dat opleveren, maar ze betalen iets van 0,0001%. En als Nederland het niet meer doet, is er zo weer een andere hoer die het overneemt. Ja. Dus de mannen met die het geld hebben, worden in de pakken, het boesje wordt bij de maat gezet. Ja. Is zo voorzichtig. Ja. Ik die minister van Financiën beschreef een grote rol gespeeld in het roeren van vandaag. Ja. En die spelen nog altijd een grote rol. Samen met de vrouw in Den Haag en de, nu nog de meneer Wittem, die rijden van november zijn ontslag. Alleen nadat we goed roer gaat. Maar die rijden is volgens mij samen met elkaar de recht van de ontslag. Ja, en dan nog een vraag. En dat is heel goed. Ik denk dat bewustzijn aan het groeien is. Dus dat het bezig is. Veel mensen al gezien wat schot. Maar je hebt er van twee mogelijkheden. Je kunt in angstkamp gaan of helemaal cynisch worden. Je hebt eigenlijk voor veel mensen een of anders inderdaad positieve zaken. Alleen, en het is geen kritiek, ik vond het een bijzonder goede dat deze ding. Alleen het laatste wat je bracht aan de praktijk, vond ik, als ik het helemaal zeggen, een beetje mager, omdat het niet zo heel concreet is voor ons, gewone mensen, we moeten dat gaan proberen te doen. Ja. In ons dagelijkse leven. Ik kreeg een beetje tijd, we gaan uitgaan. En morgen staan we weer in het gewone leven. Ja. En dan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar weer meer concrete dingen naar ons toe komen, dat wij daar altijd weer grijze vragen aan te pakken. Oké, ik heb een aantal voorbeelden genoemd van mogelijkheden en ook initiatieven die al genomen worden. Als u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met crowdfunding en u denkt van nou, dit is gewoon een betrouwbare organisatie. En dit zijn mensen die echt bezig zijn met het vanuit de goede instelling te zorgen dat geld terechtkomt bij mensen die initiatieven nemen die ertoe doen. Dan heeft u een mogelijkheid om, als u spaargeld heeft, om dat op een andere manier te gaan gebruiken. Ja, als u ondernemer bent, dan kunt u meedoen aan bijvoorbeeld zo'n coöperatie, hè, waarin u dus met complementair geld en een barter organisatie meedoet. En waardoor in ieder geval, mocht het gebeuren, en het gaat denk ik gebeuren binnenkort,
En dat die hele financiële markt inzag dat de echte economie daardoor niet hoeft stil te staan. Want het is natuurlijk te gek van woorden dat als de financiële markt het begeven, dat dan de economie zou moeten stoppen. Daar kunnen wij gewoon echt met elkaar voor zorgen. Dat het gewoon, dat het wel blijft doorgaan. En ik noemde bewust van die initiatieven, van kredietunies, crowdfunding, barterorganisaties, complementaire muntorganisaties. Ik hoorde net dus dat Totnes-initiatief. Er zijn gewoon voldoende aanknopingspunten. Het is toch ook zo dus dat de kracht van mensen, op het moment dat er een chaos is, dat mensen komen er altijd weer uit. Ja. Het is ook positief om je ook kijken. Je kan inderdaad, dat vind ik het perspectief van deze hebben met deze avond. Je kan namelijk ook continu over dat hele sector gaan, maar je kan ook dat hele ook zeggen van de kracht van mensen is zo ongelooflijk sterk. Dat mensen er zelf uitkomen. Je gaat elkaar helpen, je gaat elkaar opzoeken en je moet al. Je bent wel verplicht om op te rijden op het hele duidelijk komen. Ja, waarbij ik dan hoop dat de basis daarvan is wat ik dan noem de liefde. Dus dat het uitgangspunt is van dat de mens elkaar vindt vanuit het hart en niet vanuit een gedeeld eigenbelang. Die meneer daar ergens, er was iemand die zei van ik wil daar het verschil in maken. Ik denk dat er genoeg mensen zijn, ik denk dat er al zoveel mensen zijn die het verschil willen maken en aan het zoeken zijn. Ja. En die kunnen op dat moment gehoord worden zijn. Ja. En je geeft terecht aan, geef je een aantal voorbeelden. Maar er zijn ook heel veel van die voor een kleine transportbedrijfjes of wat dan ook, die op dit moment ook al bezig zijn. Ja. Ja. Die zijn er dus al. Ja. Nou, je kunt ook in je eigen leven, in de consumptiebeslissingen die je neemt, en kun je bedenken van welke bedrijven zitten daarachter? En wie biedt mij dit product aan? En wat zit daarin in dat product? Dus dat je gewoon om te beginnen heel bewust gaat consumeren. Ja, of bijvoorbeeld ga je naar de Alpen, even naar Nederland toe, maar je zal zie je de Carrefour, ga je naar Carrefour. Ja. Die kleine DPI's, die moeten ja. eerlijk ja. met z'n spul omgaan. Ja. Precies. Ja. Ja. Dus dat ligt echt binnen ons bereik. Johan, ja. Mijn toevoeging is aan de meneer gezegd heeft dat de Hofstad en de Hucht, dat de Hucht is een grootmeester in de Rozenheid. De grootste rang in de loge heeft de Karel de Hucht. En de stad is ook al sinds jaren de Rozeman. En al die politiekers eigenlijk kennen elkaar ook van verschillende partijen. Want in de loge is een beetje in de buitenmate dat dat daar een rol in speelt en ik kan niet doen. Maar die mannen promoot worden zomaar op postjes gezet te worden. Het is toch een dagse band. En je moet deel uitmaken van de club. En als je van de Bohemian Groove of van hoe heet het, de Bilderberg conferentie lid bent, deelnemer bent, dan weet je wel wat, hoe laat het is. We gaan sterker zijn afronden. Het probleem is dat we horen allemaal de prijs kennen van producten, maar niet meer de waarde erachter. Ja. En er wordt nagedacht, oké, hoe lekker goedkoop en dat, maar wat er allemaal achter zit, er wordt niet meer over nagedacht. Nee. Dat is tegenwoordig, ik sta zelf in de handel en ik word ook continu geconfronteerd. Ja. Dat kan veel goedkoper, maar ja, dan wordt er inderdaad hier niet meer gemaakt. Ja. Dus dat is een probleem. Als je hamburger in Amerika alle kosten zou in die hamburger stoppen, de gezondheidsproblemen die ermee ontstaan, de subsidies voor de koeien, de vleesindustrie, enzovoort enzovoort, dan moet kost die burger in plaats van $2, $200. Ja. Als je alle vervuiling erin verstopt, alleen daar wordt niet over nagedacht. Ja. Low budgets vliegen naar Spanje voor €15, in principe mag je dat niet boeken. Dat klopt niet. Dat is je verantwoordelijkheid. Ja. Absoluut. Ja. Oké, bedankt. Ja.
Als die man vroeg wat je zou kunnen doen in je eigen leven, ik heb altijd een eenvoudig idee over de zaak zoals ik het zie, zo simpel mogelijk. En dan denk ik, als men mij vraagt waarvoor geld en geld voor waar, dan is bij mij omgekeerd. Als ik iets doe voor het bedrijf waar ik voor werk, dan wil ik altijd meer geven op dat de zaakvoerder van mij zou verwachten. En dan meer geven zit in mijn intentie, vervat in mezelf, in de liefde voor het werk op zich. En dat klopt altijd, dat er op het einde van de rij meer gegeven wordt, maar ik voel ook, en ik merk ook aan mijn omgeving, dat ik altijd meer krijg dan wat ik zelf verlang. En dat maakt het zo mooi en zo plezant. Ik doe het er niet voor, maar het klopt wel zo uit. Dus dan denk ik, dat is een mooie cirkel. Je wordt mooi rondgemaakt. Je ontmoet mensen waarvan je zelf liefde geeft, en je krijgt die dubbel en dik verdiend terug. Dat klopt. Dus het is, wat je zegt, ook een kwestie van de intentie waarmee je de dingen doet. Heel belangrijk is. En als dat niet meer wordt misbruikt, die intentie, maar dat het echt te goede komt aan het geheel, dan, dan kan er iets heel moois ontstaan. Er zijn echt voorbeelden van elkaar het verleden, als mensen echt gaan samenwerken en dat juk van zich afgooien, wat er dan kan groeien. Oké. Nog twee dames. Is dat wij echt niet mogen onderschatten dat er echt wel bewustwording bezig is, maar op heel veel vlakken die ook veroordeeld worden. Mensen die bezig zijn op hun manier met bewustwording, met meditatie, met mindfulnessgroepen. Ik zie heel veel gebeuren, ik zie ook heel veel op Facebook gebeuren van mensen dat ik niet heb verwacht. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal beseffen dat we zelf heel verantwoordelijk zijn voor onze eigen gedachten. Dat het begint in onze gedachten. En ik heb hier al van verschillende mensen gehoord dat wij verantwoordelijk zijn voor waar kiezen we voor. Gaan we dat allemaal uitpluizen, die angstige toestanden? Of gaan we kiezen om dat positieve, die liefde te voeden en die gedachten daarom te voeden? En het ook visualiseren, samen met elkaar. En bewust te zijn, één dat we zijn daarin. Dat vind ik heel belangrijk. Dat wordt een heel goed voor. Ja, ik had nog een vraag. Ik hoor hier van bewust en bewust, dus ik ben eigenlijk al enkele jaren bezig met biologische en gemediteerde mindfulness, Qigong, Qigong en Qigong. Maar nu hoor ik opeens achter mij van, ja, het is belangrijk waar je gaat kopen. Dus ik ook biologisch, maar in bioplanning. Maar dat is blijkbaar een kortheid. Is dat dan ook niet goed? Nee, ik ken de situatie in Nederland, dat je had die natuurvoedingswinkels, die werden op een gegeven moment overgenomen door Wessane. En de eigenaar van een aantal natuurwinkels, die is toen op een gegeven moment met een nieuwe keten begonnen, Ecoplaza. En hij heeft dus nu, geloof ik, iets van 80% van de winkels die dus onder Wessane dreigen te raken, heeft hij bij die Ecoplaza gekregen. En degene die dat geïnitieerd heeft, is heel trouw, zeg maar, aan het uitgangspunt van die natuurwinkels. Biologische voeding, biologische producten echt verantwoord en niet. Want ik bedoel, een bedrijf als Wessane heeft er helemaal niks mee. Het is gewoon biologisch voedsel, is een handel, is een product. En het is heel goed gewoon, omdat er dus in Nederland dan toch iemand is die dat heeft weten om te keren. En dit keer dus niet de multinational opzij is gegaan voor de multinational. Ja. Mario, gecombineerd. Gecombineerd met twee personen die daar juist iets te zeggen hebben, iets aan toevoegen. Een paar weken terug heb ik iets meegemaakt in Antwerpen. En het resultaat was wat die man mij vertelde. Namelijk, alle barcodes in de wereld dragen de code van de duivel in zich. 666. Ja, dat zit daar in geprobeerd. Dan moet je gaan denken dat bijna al uw voedsel dat je aankoopt, die verpakt is, draagt die
energie opzij. Ja. Is er meer belast? Ja. Deze zomer is er een proef gedaan geweest in West-Vlaanderen. Met Elix Gold en de bovenswaarde daarvan gemeten. De bovenswaarde kwam op rond de 19.000. Vervolgens is er de barcode die op de verpakking stond geschrapt geweest. En dan vervolgens gemeten. De bovenswaarde steeg tot rond de 324.000. Zo, het is eigenlijk heel belangrijk te weten wat dat die barcode eigenlijk heel specifiek doet met uw voedsel. Ja, door het onderzoek van Emoto en met de invloed van energie op water of intentie op water, weten we gewoon van hoe krachtig een intentie is. Dus ik kan dat verhaal helemaal volgen over die barcode en de diabolische bedoeling daarmee. Ja. De barcode is er inmiddels afkomstig tot de doctrine, omdat dit ook zo belangrijk is. Ja. Als je de doctrine laat geloven, dan ga je er ook energie in steken. Dan wordt die doctrine waarheid. Daarom dat heel belangrijk is dat we ons van bewust zijn, zoals mevrouw zegt, van onze gedachten en van de angst die door ons gaat. En dat we die doctrine niet als waarheid doen. Kijk, die man die stenen daar heeft gezet, heeft daar gezet met een intentie. Die heeft die stenen zo groot gemaakt dat je die naast kunt kijken. Dus die stenen moesten wel ontdekt worden. En dan staat er een boodschap op die voor de meeste mensen bijna niet te vatten is. Ja? En die heel veel angst kan veroorzaken. En als je er natuurlijk in gaat geloven, dan gaat zich dat manifesteren. Als we er collectief in gaan geloven, dan gaat zich dat manifesteren. En voor mij betekent het ook dat we inderdaad veel meer zijn dan dit fysieke lichaam. We zijn inderdaad veel meer. En als we dat collectief gaan aanwenden, dan komen we eruit. Zo simpel is het. Dan komen we eruit. Dus het is heel belangrijk dat we daarvan bewust zijn. Ik denk dat dit een heel mooi slot is. We kunnen nog een tijdje doorgaan. Ik zou jullie allemaal willen bedanken voor de komst en voor jullie fantastische aandacht voor de pauze. En de bijzonder merkwaardige manier waarop dat we na de pauze over geld gesproken hebben. Ik denk, moest er niet bankier zitten, dat we een oom zouden geflapperd hebben. Want hier is het woord inflatie, deflatie, fractioneren, ik weet niet wat. Niet meer gevallen. Hier vallen eigenaardige woorden als nadenken en bewustzijn en liefde. Heel eigenaardig, maar ik denk dat het essentieel is dat het de essentie raakt inderdaad van wat we nu aan het meemaken zijn en hoe we het moeten bekijken, los van de angst en van het nog willen vasthouden. We moeten gewoon met de flow meegaan en samen de bocht nemen, waarbij we inderdaad veel sterker zijn, omdat we dat misschien niet realiseren. Nelson Mandela zei dat ook. We zijn eigenlijk bang van onze eigen kracht tot wat we in staat zijn. Dus bedankt jullie allemaal. Ik bedank ook de drie gratiën die in de sacristij de dienst hebben waargenomen. Magdalena en Elsie en Chantal. En natuurlijk dank ik deze man die op een fantastische manier ons zowel in de techniciteit, maar vooral wat er aan het gebeuren is, heel wat inzichten heeft gebracht. Moet zeker nog niet weggaan, maar bedankt Ad dat je hier geweest bent.